stream. Yay. We gaan even testen of alles goed werkt en of alles goed gaat en of jullie iedereen goed kunnen horen. Of we de game ook begrijpen, of de game ook goed gaat. Waarschijnlijk niet. Maar de vraag, of dat mijn Q het niet doet. Ja, precies. Oh, nee. Laten we hopen dat alles goed gaat. Je moet mensen wel terug kunnen quillen. Ja. We hebben het net even kort getest. Ben jij inmiddels terug van het toilet, Attica? Ja, zeker. Nee, helemaal goed. Het rijdt allemaal rond, maar... Ja. Ben jij inmiddels terug van het toilet? Het mooie is, we hoeven nu dus lekker niet te muten. Nee. Ja, dat is wel gunstig. Knopjes drukken. In plaats van de mute-knop kan je nu gewoon op Q drukken. Ja. Ik ben imposter. Dat kan je natuurlijk niet zeggen, hè. Want dan heb je zeg je dat? Rob, kunnen zeggen dat? Zeg toch mijn Q doet het wel, hoor. Ja, dat is dom. Dat moet je natuurlijk nu niet zeggen. Mijn Q doet het wel. Waarom zeg je dat? Maar je zo ominously bij me staat. Ik durf het ook niet meer. We gaan wel deze kant op. Ja. Ik heb hier een taart. En nu een double kill. Nee! Het is echt zo grappig als we dan de hele tijd elkaar zo kunnen horen. Wat gaan jullie nu doen? Ik heb hier kabeltjes gedaan. Maar de kill kill is helemaal niet lang. Rob! Ik ga hoe weet je dat? Wat is er? Oi. Omdat hij klein. Ja. Hij is hallo. Oh, hoi. Vind je me weer eng? Ik vind Kitta een beetje eng. Wat nou, doe gewoon met takjes. Ja, waar dan? Oh nee, ik heb die waterwielen. Ja. Echt, als ik een taak zou faken, dan zou ik dus never nooit deze doen. Want ja, of omdat ik je door heb. Omdat je denkt dat ik weet hoe lang deze taak duurt. Ik blijf wel bij jou. Ik ga je niet vermoorden. Oké. Nou, dan vermoord ik jou ook niet. Oké. Okay. Oh, deal. Ik loop wel. Nee, rustig. Ik ben het niet. Hé. Hey. Ja, ik achtervolg je. Zie niks. Hier ben ik. Zie niks, hallo. Hallo. Ik ben de deur aan het openmaken. Oké. Ik ook. Zie niks. Oh. Jij bent eerder. Ik ben de deur aan het openmaken. Ja. Wat handig. Okay, ik doe de elektriek. Ja. Klik. Ik durf hier niet klik, in te staan. Ik ben bang dat ze staan. Oh, hoppa. Okay. Oh, yes, zo neer ben jij hier. Maar iedereen is hier? Heeft iemand? Nee, we hebben Matthijs niet. Hebben jullie mijn stickman figure gezien? I love my stickman figure. Ik doe even mijn doolhof hier, hoor. Ik moet naar weapons toe. Ja, ik ga met je mee. Oké. Yay. Klopt het dekje, hoor. Oh, hey! Oh, no. Waar? Ik was bijna klaar met me. Oh. No, Bibi. Hugo. Ik hoor Hugo niet. Het moment dat de Q-knop het doet en er is er geen imposter. Ik hoor Hugo ook niet trouwens. Ik hoor Hugo wel. Nou, het is Rick niet. Ik ook. In ieder geval. Nee, ik hoorde niet. Rob en Attic. Ik hoorde Rob en... overal over de map en volgens mij. Ik hoor Matthijs de hele tijd al, zeg maar, in alle potjes de hele tijd overal. Dus. Ja, ik heb Matthijs, jij moet eventjes je audio even uit en aanzetten dat... Dan, Dat had ik dus ook gedaan. Niemand hoorde mij. Ik deed dat ineens echt net 5 seconden geleden. Nu hoort hij dan. Ja, ik hoor je inderdaad. Soms crasht hij nog wel eens. Het is niet altijd even stabiel nog. Hij crasht. Oké, maar Bibi is dood. We waren met z'n vieren bij elkaar. Oh. Waar? Wat? Waarom? Waar was Bibi eigenlijk, Hugo? Want ik hoorde je niet. Oké, even naar die map. Hoe heet dat ook alweer? Zeg maar bij die emergency table. En dan in die ingang aan de linkerkant. Oh, bij office daar. Ja. En ik... Ja, daar. En ik denk eigenlijk... dat ik niet weet wie het is. Oké. Ja. Okay, ja, ik zit een beetje tussen Hugo, Rob en Matthijs. Ik zit intussen even te checken of mijn stream in de tijd goed gaat. Kunnen jullie even in de chat laten weten of jullie ook iedereen kunnen horen die nu aan het praten is? Ik hoor Matthijs niet. Er is namelijk één reactie voorbij komen van... ik hoorde Discord niet. Dus. Er is ook geen Discord. Oh, no. Geen Discord. Als het goed is, moeten jullie gewoon alles kunnen horen, toch? Dus laat even weten in de chat. Dan ben ik daar in ieder geval over uit. Oké, sorry. Ja, ik ben er weer terug. Matthijs, zeg iets. Anders zit ik heel te stressen. Nou, we weten niks. Nou, ik hoor Matthijs ook niet. Ah, ik denk dat Matthijs is. Ja, ze horen alles goed. Oké, yay, thank you. Waarom denk je dat Matthijs is? Nou, omdat hij niks zegt. Omdat Matthijs de hele tijd niks zegt. Stem je ook op Matthijs? Fix even je audio. Eventjes die enable dingen doen. Dat is en dan privé. Weer aan. Oké, dan ga ik ook om Matthijs. Sorry Matthijs. Dat moet wel. Tussus. Ja, ik kom beter vragen, wie stemt niet op Matthijs? Op jou, lekker. Thanks Kitta. Lekker.
Arme Matthijs. Ik ben zo informatief. Het is zo raar dat ik jullie nu niet hoef te muten. Het zit zo in mijn systeem. Om... Ja, ik heb dus precies hetzelfde. Ja, gek hè? Oké. Ja, dus hey, niet zomaar midden. Zo. Nou, ik kan het nu wel even vertellen, want nu is er toch niemand in de buurt, volgens mij. We zijn, daarom begint het ook zo abrupt, we zijn al een tijdje bezig. We zijn proximity mod aan het proberen, dus we hebben nu niet meer dat we elkaar muten. Maar als je nu gewoon bij elkaar in de buurt bent, dan hoor je elkaar. Dus dat is het hele idee. En dat zou heel grappig kunnen zijn. Maar het was nog even niet zeker of we, of we ook live zouden gaan of niet. Maar ja, Maris die gooide de livestream aan, dus ik denk, doe ik dat ook. Hey! Hallo. Attica. Hi. Kan ik hier veilig mijn taartjes doen? Of, Ik ben aan het wachten op die... Oh. Ja, ouwe. Oh. Zo snel. Ja. Goed gedaan, jongens. Jij blijft zo lang om Hugo heen staan. Ik heb bij mezelf, waarom maak je hem niet dood? Wat gebeurt er? Ja. Ik was nog even met Hugo aan het kletsen. Wat gezellig. Ja, inderdaad. Heel gezellig. Oh, ik heb iedereen ook zo brutaal vermoord. Het spijt me. Ja. Ik was niet dood. Ik kon zelfs tegen mijn streamer kletsen. Ja, maar ik zei het in het begin al. Ik ben in Boston. Dus jullie wisten al dat ik het was. Dat is waar, ja. Maar... Ja. Volgens mij hoor ik jou de hele tijd. Of gewoon echt de hele tijd. Ik hoor een spook. Ja, okay. Matthijs. Ja. Doe eventjes die instellingen en even dan dat naar beneden rollen. Enable spatial audio. Daardoor ben ik er net uitgezet, want ik moest het opnieuw opstarten. En spatiaal. Zou ik er niet meer in. Maar dit hoor je Matthijs wel? Ja, ik hoor je. Oh, oké. Okay. Horen jullie mij ook? Ik hoor nu ook muziek. Ik Hugo? Oh ja, ik heb natuurlijk helemaal geen push to talk. Dat is even heel... Even binnen. Dat is even heel... Ja. Ja, ik denk even muziek, alleen. Ja. Zat die op TikTok? Nee, geen TikTok. That's not for me. Oh, okay. Nou, Hugo! Weet je Matthijs? Instagram dan. Nee, ook niet. Ik doe rennen. Nee, maar ik hoor Matthijs gewoon, hoor. Oh, ja. Dus jij moet, jij moet het even doen. Ja. Horen we iedereen? Hugo, waarom blijft dat in de elf? Ik weet niet, I feel the drip. Oh. Maar oké, ik hoor Hugo, ik hoor Rick. Ja? Ik hoor... Het is dus even een test hoor. Kan iedereen even een geluidje maken? Kitta, maak even een geluidje. Wat? Ja, goed. Geluidje. Goed genoeg. Ik hoor Kitta echt heel zacht. Oké, wat je dan even moet doen, is je moet even Hallo? Ik wil net zeggen. Je moet even alt tappen. Als je iemand heel zacht hoort, doe je even alt tap. En dan ga je even naar de instellingen van Crewlink. Ja. Dan zet je special audio even uit. Dan ga je... Kan je nog iets zeggen? Dan druk je pijltje terug. Hallo? En dan doe je weer settings en dan zet je het weer aan. Okay. Is dat goed? Hallo? Ja. Ik ga maar verstoppen, oké? Jullie moeten mij zoeken. En dan, als het goed is, moet het allemaal weer gaan werken. Niemand die mij hier vindt. 2, 3. Drie ook zo netjes af. 20. Ik ben er niet. Ik heb je gevonden. Nee, dat ben ik niet. Ik heb geen duiveloortjes. Het zijn horens, geen oren. Oké, ik hoor jullie. Ja, werkt u bij iedereen? Hé, ik hoor Bibi alleen heel special zacht. Ja, ik hoor Bibi ook heel zacht, ja. Bibi? Ze is al bezig, ze zegt wel wat. Oh, ik hoor jou wel hard. Oh! Hoort je? Ja. Je hoort er hard. Oh ja. Waarom ik hoor iedereen weer. Discord wordt er gevraagd. Omdat we vandaag proberen te spelen met een proximity mod. En die zorgt er dus voor dat we helemaal geen Discord nodig hebben. Maar dat we elkaar dus gewoon kunnen horen in het spel zelf. Maar wel dus alleen waar wij zijn. Dus als we te ver uit elkaar vandaan lopen, dan hoor je elkaar niet meer. Zo kan je dus wel stiekem met elkaar iets overleggen. Maar dat kan ook gevaarlijk zijn als iemand je net een beetje afluistert, zeg maar. Bibi? Het is nog wel een beetje glitchy allemaal. Oh ja, ik hoor je nu goed. Volgens mij horen we elkaar nu allemaal oké, hè? Ja. Hey, dankjewel voor de donatie. Super lief. Glitchy. Yes, dan ga ik hem starten, deze glitchy game. Krijg je dan weer zo'n discofeest om je hoofd heen? Volgens mij hoor ik Hugo weer niet. Of hij was gewoon heel stil. Jawel. Oh, okay. Jawel, Hugo, hij was gewoon stil. Ja, ik was even aan het processen waarom ik weer geen imposter ben. Hugo. Ja. Ik ga de andere kant op dan Hugo. En nu durf ik wel met Bibi mee. Bibi is het al zo vaak geweest. Ja. Ben je deze aan het doen? Ik moet hier zo meteen aan de linkerkant echt vet veel taken doen. Echt 5.
Hier links. Ik ga alvast beginnen. Yeah. De imposter? Rob, ben jij dat? Ik hè? Ja? Dat was ik. Nee? Hoi? Oké, gelukkig. Waar kom ik naast je staan? Hallo. Zo. Even watertankjes doen. Ik was mijn wires aan het doen. Ik moet even kijken of ik mijn... Ah, yes, ik heb niet die waterwieltjes. Die is irritant, hè? Oh, ik heb download hier. Het is natuurlijk met die proximity mod wel lastig, want nu kan ik niet tegen mijn chat kletsen. Oh, Rick, je bent wel live. Ja, ik ben nu wel live. Oh, oké. Net nog niet. Maar ja, ik denk als Maris live gaat... Ik heb hier al mijn taken af. Waarom... Ik zit echt te kloten met die taak hier. Ik doe hem de hele tijd al weg voordat hij klaar is. Hey, iedereen is alweer weg. Ja, ze doen natuurlijk niet allemaal zo lang over die taken zoals ik. Lekker downloaden. Iedereen inderdaad nog eventjes een gelukkig nieuwjaar. Heb ik nog niet gewenst. Behalve op Instagram dan. Kitta en Hugo, oké. Ik weet het nog niet. Blijf dicht bij me in de buurt, Attica. Hoor ze. Ik hoor jullie. Wie gaat er dood? Blijf bij me in de buurt dan! Nee, waarom? Wat gebeurt er? Ik weet het niet, we kunnen niks zien. Waarom is niemand de licht aan het fixen? Ja, dat ging ik nu doen. Te laat. Yay! Ja. Oh mijn sorry. Dat was zo chill. Dat was heel snel. Matthijs, ja, niet mij doodmaken, want ik ben nog bezig. Ik ben bezig met mijn Rob, jij bent hier echt vaak nu. Ah, sorry. Ik was gelukkig klaar. Ja, ik wil hem niet nog een keer opnieuw te doen. Ik vond van de laatste kill die Kreacek maakte was. Zeg maar, als je 2 seconden had gewacht, dan was Rick dood geweest. Oh, ja, maar ik heb je gespaard. Ja. Dank je. Ik kwam Rick tegen. Dat was echt zo, waarom fixt niemand de lichten? Ja, weet ik ook niet. Ik ga toch trouwens de cooldown wel even ietsjes hoger zetten. Ik rende weg. We zijn wel heel snel klaar. Zo. Ja. Dat is best wel intens. Ja, ik doe maar 22,5. Ja. Oké. Let's go. Succes. Yes. Lego. Let's go. Succes. Lego's. Weer imposter wordt. Duplo. Ik hoop het ook. Weer imposter. Jongens. Ja, alweer. Kiesfaken. Linksboven. De tweede van rechts. Wie zijn linksboven? Ja. Oh nee. Kom op. Omhoog. Nee, jongens. Afrika. Rick, zo? Had het wel heel gemeen lachje, zei je het? Nee. Ben je de imposter? Nee, ik niet. Ik moest lachen omdat ik heel slecht was in dit doolhof hier. Oké. Ik ga nu storage in. Dat is goed. Oh, goed zo. Ga je taak doen? Ben ik dood? Ja, dus. Wat een sneaky snack. Ze is het echt zo vaak, die Bibi? Echt zo vaak? Ha, ze gaan mij natuurlijk niet vinden, want wie komt er nou in storage? Niemand. Alleen maar iemand die deze taak heeft. Leave me alone! Ah, ja, Bibi, ik hoor je al de hele tijd. Oh, en Body, kom naar storage allemaal. Kom naar storage. Het is toch grappig dat je nu dan dat overleg hebt hier. Kom naar storage. Dude! Help, je moet... Oh nee. Hey, wat gebeurt hier? Oké, Bibi, ik weet niet waarom, maar... Hallo? Gewoon... Ik hoor Bibi de hele tijd. Ja, ik hoor Bibi ook de hele tijd. Ik vind het echt heel scary. Ja. Ik vind het niet leuk. Ik hoor jullie allemaal heel rommels haantjes, denk ik. Oh, wat? Kreetjik is gewoon geliefd. Oh. Nee, Kreetjik is niet gewoon geliefd. Kreetjik is hartstikke dood. Oh, nu klinken jullie wel. Jullie klinken ineens veel beter. Ja, maar sinds ze weg is. Zag je echt een message staan? En ik hoor Matthijs gewoon echt... Gewoon alsof je 100 miles away praat. Hartstikke dood.
Oei, oei, oei. Wacht, maar stond ook okay, in... Oké, laat even Bibi. Okay. Even nee, ik ga gewoon op Bibi stemmen. Stem maar op Bibi, want ik hoop Bibi de hele tijd. Ja. Vergeet, als ik weet het. Nee, stem op Bibi, want ik hoop Bibi de hele tijd. Hugo, even stil. Hugo. Hugo. Ja. Zag je ook echt een melding dat ze geliefd? Want anders is ze echt frame perfect gekild en ligt ze nu bij de tafel. Ja, ik weet niet. Ik zag gewoon ineens dat dingetje te grijs was. Het gaat even allemaal fout. Dan is ja, ik snap er helemaal niks van. Wacht. Ja, ze ligt hier. Hey, wat? Niet, oh. Ja, nee, niet reporten. Oh. Jongens, niet reporten. Dan is ze frame perfect gekild. Dus ze is gekild op het moment dat er gerapport was. Dus ze ligt hier. Let's report it. Dat zeg ik net nog niet voor die volgorde. Waarom is dit voor nodig? We hebben gewoon nul info. Ja, maar no, we moeten... ik hou van gokken. Daar gaat allemaal spaar geld naartoe. Dus. Ik ga Matthijs. Oké, dan ga ik op Kenta. Nou Hugo, wacht, ATK, op wie heb jij gestemd? Op jou. Oké, Hugo, ga op Kenta. Dan is het weer 50-50. Nou, ik weet niet order, ik weet wie de andere imposter is. Die andere is volgens mij. Ik ben zo verloren. Oh. Hugo, eet jij je microfoon op? Of het is Hugo? Wat? Het is Hugo. Ja, dat wel. Yay. Oh, we actually won, though. Yay. Ik werd door Bibi gekild, maar toen de body al gereport was. Ja. Na de body report werd perfect. Je pas gekild, ja. Ja, Bibi, ik hoor je. Ik ga er even uit. Oh, ik hoor Bibi niet, maar ik ga al even... Ik zou net tegen Bibi zeggen van kill... Want ik kill cooldown. Hallo. Ja, ik hoor je. Ja, maar ik ben ook gewoon normaal aan mijn zin, want ik snap er echt helemaal niks van. Matthijs die maakte mij net door de deur dood, dat vond ik ook een beetje jammer. Oh, wat wil je doen, Hugo? Normaal jongens, want ik hoor, of dat wil ik niet per se, maar het is een suggestie, want ik hoor Bibi over de hele map en... Ja, Bibi moet gewoon even de crewlink even opnieuw opstarten. Dat heb je net gedaan. Ja, dan zal het nu wel goed komen. Ik hoop special het. Audio. Ja, heel soms is hij een beetje glitchy. Ja, het is een... wordt aangewerkt. Het is een glitchy programma, dat is zo zeker met, waar. Dat hadden we aan het begin met Matthijs ook de hele tijd. Ja. Ook ja, heel creepy. Klopt, ja, klopt. Ja. Dus als dat is, dan moet je gewoon... Jullie klinken nog steeds heel slecht. Wat is dit? Heb je crewlink even opnieuw opgestart? Nee, je hoeft crewlink niet opnieuw op te starten. Je hoeft alleen maar even die special audio te doen. Nu klinken jullie weer goed. Ah, nice. Oké, nou dan ga ik hem gewoon weer starten. We zien het wel. Hugo, ik blijf nu wel bij je in de buurt, oké? Ja. Het gaat mis bij Bibi. Gewoon bij Bibi blijven. Nou, dan gaat het goed. Ik ben nog steeds geen imposter. Ja. We gaan hier met z'n allen... Ja. Even kiespreken met z'n allen. Even leuk. Oh, even kiespreken met z'n allen. Even leuk. Ja, heel leuk. Nee. Ja, wat is dit nou? Wie was dat? Ik wist dat dit ging wel. Hoe dan? Matthijs! Nee. Ja, dat was jouw idee. Nee. Ja, hetzelfde woord. Nee. Ik zweer, ik ben het niet. Nou, ja, kom, laten we even gaan stekken hier. Weg. Ik ben het sowieso niet. Ik ook niet. Ja. Wie stonden daar? We stonden er toch allemaal? Bibi. Ik was expres buiten gaan staan, heel snel. Want ik denk, oh shit, volgens mij gaat dit niet goed. En toen in één keer zag ik een body vallen. Wie schreeuwde net als eerste mijn naam? Ja, ik. Omdat jij degene was die zegt, we gaan niet... Nee, ik ben het niet. Ik stond er buiten, nee. Dus ik was het sowieso niet. Ik ben het ook sowieso niet. Jij stond wel in de stack. Jij zei als eerste, we gaan die ik dingen faken. Dit was echt zo, kom hier. Iedereen dood. Nee, ik zweer het. Ik had die spaceship net. En ik heb nog meerdere tasks die ik kan doen. Dus ja. Ja, dit Rick stemt wel heel snel. Heel snel? Ik zei het net al. Ik vind nog dat het ik lang vind duurt. Voor mij de samenvatting is dus dat blijkbaar gezegd is... Iemand heeft gezegd, kom hier. Ja. Vervolgens vraagt P.A. Cole, die zegt... wie zei er als eerst mijn naam? Ja. Wat ik een redelijk aparte opmerking vind. Vervolgens is er... Gewoon met z'n allen skipfoto. Het is gewoon geen duim. Ik stem gewoon op... Ja, dan stem ik op Matthijs. Ik stem gewoon op Matthijs. Ik stem op Matthijs. Ja, dit kan toch niet, jongens. Ik ben het niet. Ja. Ik zweer dat ik het... I know. Het is de manier hoe mijn mond beweegt. Ja, voordat precies. Ik weg ben, het zijn creators. Like op mij. Terwijl ze het niet eens me laten... Ik hoor Rick.
Meid. Hoor je mij nog steeds niet? Oh, nu wel. Rick Ork wil, maar ja, Patrick heb ik niet. Ik heb er van de crewlink ik ben het niet. Er is gewoon nul duidelijkheid. Iedereen stond op die... Bijna iedereen stond op die stack, behalve Rob. Bibi. En Bibi en Creatic hoor ik allebei niet. Wat is Bibi aan doen? Hoor je mij weer wel? Oh, ja, nu heb ik wel. Oh, oké. Maar... Bibi? Succes ermee, ik ben het niet. Ik zie bij Bibi ook een disconnected icoontje. Ja, ik ook, bij zo'n no wifi. Ja, dat zie ik ook inderdaad. Dus misschien staat de crewlink uit. No waifu. Oh, Bibi. No waifu. Ik blijf wel bij Bibi om dit te beschermen. Ja. Ik doe swipe card. Oh, dat is niet deze, dat is deze. Maar volgens mij zag ik dat Kitta er ook... Dat is echt niet meer. Kitta is eruit... Ik haat deze desk. Oh, ik haat deze desk. Met zoveel passie. Is dat dit dolfje? Hey, mag je? Rustig. Hey. Geen paniek, jongens. Rustig, Hugo. Ik doe niks. Ben jij het? Wat rustig, ik doe niks. Hier, kijk. Zie je? Ik ben het niet eens. Is Bibi niet gewoon? Dat zou ook wel kunnen, maar... Ah, you dirty bah! Ik heb niks gedaan. Ik moest zo lang achter je aanlopen voordat ik je eindelijk kon killen. My lord, ik heb zoveel om hulp geroepen en er was helemaal niemand. It was terrifying. Ja, maar ik denk dat Rick Hugo al doodgemaakt. Oh. Nee, niet eens. Hij zegt, hey Hugo, ik doe niks. Ineens, mijn scherm verdwijnt en ik zie Kreertje en Rick als in paas. Maar ik deed toch niks? Ja. Maar ja, hij heeft me op zijn minst niet gekillt. Nee, hij heeft niet gekillt. Hij deed inderdaad niks. Ja. Hey, oh, dat was terrifying. Ja, en Bibi heeft geen verbinding meer met Crewlink. Oh jee. Oké, ik ga wel even snel naar beneden daar. Thanks. Ah, lief. Oké. Maar voor de volgende keer kunnen jullie gewoon pakken. Naar mij luisteren en praten. Nee, dit was hilarisch. Ik ben even naar de livestream gegaan van Maris en toen heb ik gezien hoe Rob werd vermoord. Het was zo scary. Was het goed te horen trouwens? Er was letterlijk niemand om mij te redden. Ja, ik vond het gewoon goed te horen. Ah, nice. Gelukkig. Nou, Hugo is nu Bibi even aan het helpen. Ik had echt al lang Hugo kunnen killen, maar ik had... Ik heb zo fucking veel om hulp geroepen en niemand. Yep. Nee, ja. Ik was eruit. Er waren er ook niet zo heel veel meer. For no reason. Nee, ik werpte het. Ja. Oké, maar Bibi is nog even... Hugo is even snel naar beneden aan het rennen. Die is even de dingen van Bibi aan het fixen. Ja, het werkt op zich wel, maar er zitten een paar kleine glitches nog in deze crewlink. Waardoor die proximity mod af en toe lekker werkt en af en toe nog net niet helemaal lekker werkt. Maar laten we hopen dat die binnenkort geüpdate wordt. Ja, jullie klinken nu veel beter dan... Niet meer bliep. Goed zo. Ja. Oh, hij doet het. Ja. Dat is heel erg... Hey, Attika. Ja, dat... Oh, sorry. Hallo, ik had het voor Bibi. Sorry, Kitta. We hadden net besproken om allemaal als aliens te praten. Oh ja. Bliep. Had je niet gehoord? Ik bedoel, aangezien we weten niet hoe aliens praten, dus we kunnen het invullen zoals we willen. Ja. Kwak. Bibi? Start. Bibi? Nee, ik kan niet starten. Want Bibi en Hugo zitten allebei niet achter de computer. Want Bibi staat te fixen en Hugo zijn er toe gelopen. Ik hoor Bibi heel ver weg, dus ik ga weer even mijn audio aan en uitzetten. Ja, doe dat. Heel veel mensen zeggen, doe je kroontje weer op. Zal ik mijn kroontje weer even op? Willen ze allemaal, waarom willen ze, is er een reden dat ze altijd je kroontje op willen? Ja, ik denk dat ze het leuk vinden. Kijk, ik start dus. Zeg eens iets, bedoel ik? Ja, ik hoor je biefs. Ja, dat. Het is wel intens. Volgens mij hoort Marisje niet, maar
Wij wel. Oh, Bibi doet het weer. Oh, dan zal ik even, ook even opstarten. Ja, ik hoor Chaotic, ik hoor Maris ook niet. Oh, oké. Okay. Ze gaat het nu weer starten. Deze weer. je hebt die Kiki pakje weer aan. Ja, maar dat is Bibi? Speciaal. Bibi? Ja. Ik zie ja, er extra gestroomlijnd uit nu. Ik hoor jou ook. Extra gestroomlijnd. Ik heb dubbel zo hard lopen. Nee, Rick, het is weer dat lelijke pak. Het is zo creepy. Oranje was vrij. Hallo? Doe op zijn minst je gulp even dicht. Maar dit is mijn stijl. Ja, ik hoor jou. Het ringetje dat hij draagt erover. Nee, nice. Kijk, doe hij heeft zo'n stringetje even aan. Nee. Die invloeden wij niet. Nee. Nee. Kijk dan wat Rick aan heeft. Dit schendt de community richtlijnen. Dit is echt... Dit schendt de community richtlijnen. Hallo? Ik wil niks stringetje zien. De community richtlijnen kun je vinden op Discord overleven. Oké, ik ga hem starten, ja? Ik zeg van, is being way too hard. Kijk, zie je stringetje? Succes allemaal! Succes! Op weer niet! Ja, de maten. Imposter, yes! Ik ga geen keys faken. Geen keys faken. Nee. Ik wel. Dan ben jij het. Nee. Ja, waarom jij wel? Hij ging in rechtsonder. Ging hij. Je liegt. Dat is een beetje sus. Ja. Waarom heb jij eigenlijk slijm? Ja. Oké, doei. Oh, in je string. Wat je in je string aan het spelen met slijm? Nee, hou op. Hey. Hallo. Wow, hoe is dat, Hori? We zijn met z'n allen. Damn, boy. Squeep. Squeep. Hallo. Squeep. 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 We zijn wel met z'n allen bij elkaar. Squeep, squeep. Ja, gezellig toch? Hey, fix lights. Oh nee, donker. Oh nee. Donker. Donker, donker. Oh jongens, ook nog die deuren dicht. Niet te downloaden. Beter dat mijn download wel klaar is. Oh. Oh. En Kreatchik ligt boven bij de download, ligt ze dood. Oh, ik ging net richting lights. Wacht er gezellig naast. Wacht, toen de lichten uitgingen, wie ging er toen naar boven? Ja, iedereen toch? Ik in ieder geval. Nee, ik ging naar beneden. Ik maakte mijn download af, ik rende naar boven en ik, ja... Ik ging wel buitenom. Ik zie mijn recorddingetje oplichten. Ik loop daar wild rond. Ik zie Kreatchik dood liggen bij de download. Ik report hem en blijkbaar ligt Bibi ernaast. Daarnaast? Ja, want Bibi is gereport, maar ik zag Crea liggen. Dus ze liggen zo... Het is daar sowieso een dubbelkill gebeurd, maar er zit daar een vent. Hmm. Oh. Wie zit er hier te eten? Rob. Oh. Dat heb ik geen idee. Ah, wie is aan het eten? I don't know. Ik hoor iemand smakken. Ik hoor niks. Ik ben het ook Stop. Niet. Stop! Ah! Oké, okay, maar ik was... Oh. Ik was... Even bedenken wie jullie er als volgende gaan killen. Jongens, ik zat... Ja. Oké. Okay. Ik, kan, ja, jongens... ik was dus beneden met Rob, heb ik gehoord, ergens. Ik hoorde Kitten voorbij lopen en die zei ik ga de electricity fixen, wat nog steeds niet gefixt is. En ik was met een download bezig en ik hoop echt dat ik de download niet nog een keer hoef te doen. Mag ik mijn speculatie doen? Het gaat zo. Ja. Ik denk dat Doe sowieso... Doe speculaas. Degene die Bibi heeft gekillt is Rick of Kitten. En degene die Greatchick heeft gekillt, dat weet ik niet. Dus laten we gewoon Kitten... Ja, maar... Nee, laten we gewoon skippen. Ik heb Bibi niet eens gezien. Is dit wat je in jezelf hebt bedacht? Wacht, maar... Volgens mij niet. Hugo, waarom wil je skip op 6? Maar ik heb Hugo helemaal niet gezien. Nee. Oh, dat is inderdaad helemaal niet slim. Ja, stem op Kitta. Nee, Hugo, ik vind het heel sus van jou. Ik stem op Hugo. Nee, als ik er nu echt uit ga, dan... Oh, arme Hugo. Ik heb niet op je gestemd hoor, Hugo. Thanks, fellas. Ik vind het heel zus van hem. Ik vind het okay, zus maar van Matthijs. Oh, we gaan eerst lichten fixen. Ja, ik ga lichten fixen hoor. Martijn. Hoe vaak heb je die grap gemaakt? Te vaak, denk ik. Laten we allemaal op één kluitje gaan staan. Ja. Nee, dat dan ging net ook zo goed. Oké, dat ging net goed. Hey, Kitta. Ja? Hey. Oké, jongens. Dat was een heel snel plan.
Ja, dankjewel. Ik was even helemaal buiten westen gewoon. Ik was even helemaal vergeten dat een dubbel kill dit potje overmaakte. Ja, natuurlijk. Maar... Je zit gewoon even in jezelf. Ik snap het. Ook een heel slim plan van de vier man die de lights gingen fixen. Om met z'n vier op elkaar te staan. Ik zou het echt ik zou het enorm appreciëren als Matthijs even zijn mond houdt. Want als hij zichzelf niet nog susser wil maken, moet hij even stoppen praten. Hugo, wat wou je zeggen? Wat wilde ik zeggen? Ja, dan zeg je me wat, jongen. Nee, ik ben eigenlijk al apenkop aan het eten. Oké, mooi. Oh, dus we weten wie er aan het eten is. Nee, dat was erna. Kitta, super detective person. Ik denk dat het Kitta dus zelf is. Bij die eerste kill was ik dus beneden met Rob en Rick. Attika, waar ging jij naartoe? Ik ging naar... Wacht, ik pak even die map. Wacht, maar Kitta, jij zou naar electricity gaan. Wat? Ja, maar toen hoorde ik jou en ik wilde je eerst even vinden. Maar ik heb je nooit gevonden. Slightly sus. Dat het licht was uit. Yes. Hoe moet ik jou vinden? So why would you want to find me? Moet je volgende keer moet je even hoorde. Marco roepen. Because I specifically said I was doing download. Oké, okay, Kitta is sus. Ja, Hugo ook, want hij wou net skip op 6. Ja, nee, dat was gewoon een beetje dom. Op 6? Ja. Dat was ignorant. Ik heb Hugo ook gewoon helemaal niet gezien vorige rondje. Ja, oké, het is Kitta. Het is genoeg. Dit is echt zo'n typische line als je het zelf bent en dan hoor je iemand geaccused. Ah, ik heb hem ook helemaal niet gezien! Maar die gebruik ik zelf ook. Maar ik heb je ook gewoon helemaal niet gezien. Let's go. Ja, Hugo, waar was jij de vorige ronde trouwens? Jij gisteravond om 8:30? Ik was gisteravond om 8:30 aan het werk. Wauw. Specific answer. Ja, je vroeg naar een antwoord, dus ik geef een antwoord. Ik vroeg inderdaad een vraag. Ik heb echt nog geen één taak afgemaakt. Kom, even snel. Ik heb ook nog eentje gedaan. Zo gaan we zeker niet winnen. Dus dan moeten we echt wel even vinden wie de imposters zijn. Zodat we ze eruit kunnen verboten. Oh nee, download. Goed punt. 42, 56. Oeh, jeetje, dan gaat hij ineens hard. Oké, sounds legit. Ja, ik denk dan hoor je tenminste... Oh, neem jij die? Oh, ik neem deze hier. Oh, daar staat al iemand. Daar staat iemand. You sure? Ja, Attika staat daar. Yep. Hoi. Doei. Blijf echt bij Matthijs. Ja, ik vind hem ook eng. Ik vertrouw hem niet. Oh nee. Hugo, je moet me helpen. Oh, het is ook een heel andere kleur. Rick. Waar ben je? Sorry, ik ben die kabeltjes aan het doen. Ik loop even naar je toe. Hugo loopt net, zeg maar, in deze room alleen. Ja. Wat? Waar? Hij loopt, zeg maar, net naar de specimen room alleen. Maar ik denk al met mezelf, dat zou je nooit doen als je, zeg maar, bang bent. Nee, dat is waar. Maar hij is ook niet bang voor mij. Maar hij zou bang kunnen zijn voor jou. Nee, maar ik bedoel, waarom zou je alleen hierheen gaan als je bang bent? Ja, dat is waar. Ja. Oh nee. Oké. Okay. Ben je er nog? Oh, ja, ik ben er nog. Ik ga je toch niet die Simon Says laten doen terwijl je alleen staat? Dank je. Ach, hij is klaar. Oké, top. Dat is echt de meest verschrikkelijke task. Ja, vind ik ook. En vooral als je dan per ongeluk, want ik raak dan afgeleid terwijl ik dat aan het doen ben. En dan... Ja. Oh nee, er staat iemand aan de andere kant van de deur. Go away. Ja, nee. Hey, report. Hier zie je een body. Wacht, ik zag report. Waar? Oh, hier. Kijk. Kom. Niet alleen report hier aan de witte ear. Oh. Maar het is sowieso een fankill. En jullie zijn niet geweest, dus jullie waren een specimen. Dus dan is het eerder Attika. Oké, dan is PG cool. Ja. Dat zei ik. Dat is letterlijk wat ik zei. Oké, het is Matthijs. Waar ligt het? Matthijs, er is niemand anders die het zou kunnen zijn. Tenzij... Ja, ik zou het kunnen zijn als ik gewoon nu heel innocent speel, maar ik ben het niet. Het is PG Call, en als het PG Call niet is, dan is het Hugo. Ja, dat is Hugo, ik weet het niet. Dit is Hugo. Oké, dat de mensen weten waarom ik er ben. Nee, ja, omdat jij het bent. Nee, ga niet een 100 seconden discussie hierover aan, Matthijs. Ik wou net zeggen. Just do the vote. Ik word accused for nothing. Luister. The votes have already been cast. Ja, maar ik wil weten waarom. Oh my god.
Well, because... Ja, wij waren met z'n drieën, hè? Because you got the devil horns and you just killed someone. No. Jawel. Nee. Kan je alsjeblieft stemmen? Ik heb geen zin in die 86 seconden om te wachten. Rick is een model, Rob is een professor, ik ben een elf en jij bent de devil. Nou, dan is het vrij logisch dat jij daaruit gaat. Dat is waar. Nee, waar ligt de body? Matthijs, laat ons hier alsjeblieft nog niet anderhalve minuut over discussiëren. Come on. Nee, we hebben al gestemd, hè? Waarvoor ik geaccused word. Ja, maar we kunnen al niet meer terug. Dit is gewoon samenzwering. Omdat ik Hugo net verdacht vond, omdat hij wou skippen op 6. Matthijs, please. Matthijs, accept your loss. Ja. Ik ben dit niet. Succes met verliezen. Oké. Okay. Als we nu... ik verwacht nu dat jij het oprecht niet bent. Nou ja, dat moet nee, wel. Dan is het Hugo. Prima, nee, ik ben het ook niet. Echt, wat een gezeik, jongen. Shit. Wat een gezeik. Ik ga in mijn blootje. Ja. Hey, Matthijs. Yo, Matthijs. Dat is een minuut van mijn leven. Die krijg ik gewoon niet meer terug, hè. Die bullshit heb ik echt niet nodig in mijn leven. Nou, Hugo. Oh, mijn god. Hoi. Maar waarvoor ben je de ASMR? Nou, vertel. Oh ja, jij werd geaccused omdat wij met z'n drieën bij elkaar waren en jij was de enige die niet die ja, was. Klaar. Klopt, dat was heel simpel. Attica was er ook. Ja, ik was hartstikke. Zij was dood. heb je die gehoord? Ja! Ik voelde wel een beetje naakt. Ja, ik dacht van, wel gewoon een showtje gooien. Even dat is, ja, die heb ik gekocht in een pak. Oh, dat waren apenkoppen. Nee, het is gewoon een oranje pak. Ik was wel heel snel weer weg. Hier, kijk maar. Ja, dat geloof ik, ja. Ja, maar het was ook nog oh maar... Oh my god, nog maar Rick, dit is erger. Als je bent, lijkt het net alsof je in je blootje oh. Precies, daarom vind ik me zo leuk. Het echt even gaan toe. Gatsie, Darry. We zullen op een dat. Ah, dankjewel Noor voor de donatie, super lief. Oké, ik ga weer starten. Nee, dat ben ik niet. Ja. Disco. Ik hoop dat ik nog een keer op poets kan zijn. Bloot start. I'm Horens. Wil je die creative disco hebben? Dan moet je gewoon zo gewoon... Eindelijk een pauze. Dat duurt echt 10 uur. Ja, laat hem echt niet faken. Crumatie. Ik heb hem de tweede van links. Oh, ik heb helemaal geen keys. Hoe komen jullie daarbij? Ik heb ook helemaal geen keys. Hoe kan jij die ook hebben, hè? Hè? Dat moet jij dingen. Oh, Kitta. Niet weer. Ik wil imposter zijn. Niet weer. Oh, oké, okay. Ik blijf bij Kitta uit de buurt. Help me. Hugo zit achter me aan. Help me. Nee. Imposter. Ik wil. Kitta, wow, who's this model? Kitta is imposter. Ik ga downloaden. God, bro. Ja. Een download duurt toch 10 seconden, dus je zal. Nu klaar, 100%. Complete. Oké, fair enough. Wat doe jij? Deze. Ook een download. Ja, tel maar. Mag ik blijven leven? Oké. Over 1 seconde is het klaar. Ja, netjes hoor. Hey, ik hoor Bibi hier gniffelen. Oké, is goed. Ja, ik hoor Bibi de hele tijd. Ja, is goed. Oh, ze is hier, Bibi. Jawel, ik ben hier, ja, hi. Ik dacht dat ze aan het bellen was. Ik was net zeg maar echt een halve kaart ben je weg en ik hoorde je de hele tijd. Wat is dat hier? Ik weet niet, ik vind het eng en grappig. Nee, ik hoor Kitta de hele tijd, dus daarom lach ik. Oh. Oké. Nou, vooruit dan maar. Ik kan wel even mijn taken doen. Ah, oh, upload. Even rust. Oeh. Ook een creepy laugh, zo. We kunnen. Ben ik dood? Hallo. Hoi. Is dit het einde? Kunnen we. Wat is dit? Should I. Ja? Yeah? Oké, okay, let's go. Hoe lang gaat het duren? Come on. Het lukt het. Oh, maar. Ja, hey, wie gaat ik bij me in de buurt? Een kutjask. Volgens mij hoort hij me niet. Oh nee, Rob. Hey, Rick! Hey, Bibi. Volgens mij hoort Rob mij niet. I am here. Oh, wow. Oh, even een skill met. Holy shit, ik had al een skill met. Nou, dan was het een vals alarm, het spijt me. Het is wel al even dood, dat had ik gezien op Paddle. Dus ik was heel erg nader op zoek, maar het was donker. Hey, Bibi. Wie dacht zag dat ik jou niet met Kitta aan het begin? Ja? Huh? Zag ik jou niet met Kitta? Toen ik was op een gegeven moment met jou en toen verliet jij mij. Toen zag ik jou met Kitta. En nu is Kitta dood. Dat is pretty sus, bro. Hugo? Okay, ja, Hugo. Ik ben nog steeds van Kitta. Wie was ik hoor Kitta! Ik hoor Kitta!
Ja! Bibi staat zo hard, jongens. Bibi staat zo hard. Geef niet. Even. Sorry, ik schreeuw gewoon heel hard. Maar ik hoor helemaal niks. Nee, wij horen niks. Waarschijnlijk een glitch. Nou, je mag het van mij even... Hey, Kitta, je mag het van mij even klappen, hoor. Want dan weten we allemaal dat het Matthijs is. Nee, jij bent het. Want ik verliet haar eerder dan ik jou verliet. Het is Hugo, hè? Maar ik ben helemaal niet met Kitta geweest. Onzin. Nee, ik was de hele tijd... Het is Hugo, ik zweer het. Nee, ik zweer het. Ik was het is Hugo. Ik wil het zeggen, ik ben even met Kitta. Hé, laat me praten. Toen ik Kitta hoorde, ik hoorde Kitta zeg maar afdwalen. Want ik hoorde haar de hele tijd in de hele game. En toen hoorde ik Kitta zeg maar afdwalen haar geluid. En voor het laatst hoorde ik haar met Hugo. Want ik hoorde Hugo ook de hele tijd. Oeh. Ja, als je met Kitta was, zo hoorde ik jou ook in het. En de laatste keer dat ik daar hoorde, was, hoorde ik ook jouw stem. Jawel, dus Hugo, ik weet... Hugo, Hugo, Hugo. Jawel! Hugo. Jawel. Ja, misschien haar niet, maar wel een ander. Bij mij is Hugo uitgevallen. Ja, bij mij is Hugo ook uitgevallen. Ik ga weer eventjes... Hugo. Even Hugo. Uit aan. Ik heb... In het begin. Daarna ben ik verder gegaan met jou. De rest van de game heb ik je niet gezien. Ja, maar oh. Ja, maar hoezo ben ik het dan? Dan totaal niet. Ja, maar hoezo ben ik het dan? Jouw verhaal niet klopt. Jouw verhaal ja, maar ik, klopt niet. Ja, maar ik dacht ik ben een beetje detective, maar dan ben ik het toch niet gelijk. Oké, okay, jongens, ik ben weer terug. Ik heb even snel een cracker gemaakt. Jullie waren zo ontzettend. Het is Matthijs. Heb ik iets gemist? Ik stem op wie moet ik stemmen? Hugo. Matthijs. Ja, het is tussen Matthijs en Hugo, maar... Ja, Matthijs, 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 Matthijs. De laatste keer dat ik Kitta hoorde Matthijs, Matthijs. En toen hoorde ik haar niet meer. Ja, nu wel weer. Lekker, lekker! Ja. Oh, wat een chaos. Kitta, ik hoor je nog steeds. Nee, hoe kan dat nou? Oh ja, Kitta moet maar even de mond houden. Oh, dat is wel irritant dat die tool het niet zo goed doet. Het is wel vervelend dat je af en toe hoor je elkaar gewoon niet meer. Of hoor je iemand heel zacht of heel ver weg. En het is heel creepy, want ze lacht dus heel creepy. Zij heeft zo'n intens creepy lach. Het is echt heel intens. Oh, misschien achtervolgt ze ons wel. Nee, wat anders. Ja. Oh. Hi. Oh. Ik wil helemaal niet met jou daarheen, doei. Hey, we zijn ik allemaal ga hier. Niet met jou. Ik ga niet. Dan gaan we met meer, want ik moet even mijn taken doen in Spetsman en ik durf niet alleen. Dus ik hoop dat je met is goed, ja, maar ik ben al klaar met mijn taken, dus ik wil nog niet echt, zeg maar, ik wil niet echt alleen. Oh, dat is een double kill. Nee, we hebben Hugo dit toch al uitgestemd. Ja, tenzij Hugo het niet is. Sowieso, Hugo was het. Hij accused hem, maar zijn verhaal klopt helemaal niet. Jij klopt ook niet. Hij zegt dat hij mij het laatst had gezien met Kitta, terwijl ik alleen het begin van de game met Kitta was, waar iedereen bij was. Ja, dus hij moet wel de imposter zijn. Ik heb geen taken meer hier. Ik wil die bang maken, maar... Ik heb geen taken meer. Oh, ik heb er nog eentje bij communication. Zo'n doolhofje. Kom op daar. Hey, Beep. Zie, dat lachje. Oh. Er ligt een body in specimen. Creatie! Nee, ik was het zij niet. Zij liet van specimen en daar ligt een body. Ik was de hele tijd de specimen met z'n allen. Ik ga weg en nu ligt er een body. Rick en wel... Rob. Moet tussen Rick en Rob zijn. Hoezo? Rick en Rob zijn naar boven gegaan. Ik wou het zeggen, wij kunnen ja, ik was zo weg. Ik kom Attica tegen en ik loop met Attica mee omdat ik wilde vragen of ze me mee wilden. En dan ligt er ineens een body. Matthijs ligt dood. Is specimen. Rick en Rob kunnen gewoon voor elkaar vouchen. Ja. Dus het is of Creochick of Attica. Ja. Ja, ik weet het niet. Maar, nee, hoe kan ik dit zo gemaakt hebben? Ik ken Creochick. Ja. Nee, Kitta is Creochick, hè? Ik ken Creochick. Rick, liet ze bij, hoe liet ze bij Creochick achter? Ja. Geen idee. Ze ging weg. Zij ging naar links, wij gingen naar boven. Ik liet jullie twee achter toen ik klaar was. Ik was niet eens in specimen, Creochick. Waarom zeg je niet dat ik het ben? Ja, wie okay. Ik ga ook Creochick. Ja, ik denk ook Creochick in dit geval. Ik heb Creochick de hele tijd ook niet ja, gezien. Ja, ik ga ook op Creochick. Sorry. Ah, oh, boe. Ja, ik denk lekker even rustig Matthijs doodmaken. Is Attica daar ineens? Ja, hè? Ja. Lekker.
Boom. Niet zo goed op dat was ongelukkig. Ja, dat is interesting. Sorry, Matthijs. Sorry. Hey, hou tables turned. Ik had Matthijs perfect geframed en ineens Kitta die cheat hem gewoon. Ja, Kitta heeft ons gewoon geframed. Die was dood. Jij moet dood zijn. Maar kan ik nu iets vaker geloofd worden? Omdat deze man hier alleen maar liegt. Nee, ik lieg nooit. Niemand is Ja, we gaan niet nooit. Papa en zijn onze ouders. Elkaar geliegd. Oké, nou, gaan we uit de hoofd en dan gaat hij nu zonder glitch en alles. Ja. Of niet, en dat we het gewoon weer kunnen... Of niet, ja. Horen we iedereen nog steeds? Ik hoop zo. Kitta is eruit. Kitta is eruit. Arme Kitta. Ja, dan zijn ik even overnieuw opgestart. Oké, ik hoor Matthijs. Ja. Hoi. Ja, Rob. Hoi. Hallo. Rob. Hallo. Jullie hoor je mij? Rob? Ja. Waar ligt jouw lader? Ik heb nog 1%. Rob is in een cracker. In de blauwe etui. Op mijn kamer. Maar op je bureau? Ja. Hey Lina. In die platte etui, dat is mijn verstoppak voor jullie. Dus daar mag je niet vaker in komen, want daar liggen laders. Hey. Ik pak hem alleen nu. Oké, yo, thanks. Oké, is goed. Hey, ik hoor trouwens alleen Rob niet. Ik weet niet of jullie Rob horen of Rob is cracker. Rob, zeg wat? Rob? Ja, ik hoor hem wel. Oh, wel? Oké, dan ligt het aan mij. Ik dacht misschien is Rob wel weer... Ja! Daar is ze weer hoor. Rob, mooiste. Ja, ik hoor je weer. Oké, nice. Daar moet echt een shortcode voor komen. Ja, echt hè. Oké, start. Snel op start. Oh, great. Oh, ik hoor ook niet meer. 4, 3, 2. Is er nog steeds iemand aan het eten? Dankjewel, Dream Gamer. Ik ga zo eten. Stop met die stoppen apenkoppen. Lucas. Apenkoppen. Een imposter. Ja, laat ik steken. Ik heb middenin. Rechtsboven. Rechtsboven. Laat ik die faken. Hoezo faken? Links onder. Ik deed het gewoon. Dankjewel. Nou, ik ga mooi weg. Ik trap er niet meer in. Zo. Kom, Dolfje. Ja, goed gedaan. Oké, we gaan gewoon even snel die taken doen. Dan gaan we daarna eens even rondhangen bij mensen. Ik denk toch dat proximity mod het leukste is als je imposter bent. Hey. Matthijs, was jij dat? Matthijs? Hey, wat? Oh, hij is nu Hallo, hey Rick, waarom kom je als laatste? Rick is de laatste nou, dat hij binnenkwam. Ik was tegen mijn stream aan het kletsen. En toen zag ik Matthijs langs rennen. Ik stond hier mijn taakjes te doen, in lab. Dus we moeten even kijken wat Matthijs doet. Blijf bij mij dan maar. Ik verwacht dat hier een body ligt. Matthijs! Maar hier ben ik nog helemaal niet geweest, joh. Ik moet eerst nog... Ik heb medscan. Oh nee. Hallo. Hoi. Hallo. Hey. Ja, ik zeg laat me nooit alleen. Ik moet rennen voor ons leven. Ja, rennen jongens. Oh, dat zijn broer en zus. Hoi. Ze gaat me vinden. Oh, ze staat hier gewoon te niksen. Of is ze gecrashed? Ik hoop dat ik het goed uitspreek hoor, al jullie namen. Dankjewel voor de donatie in ieder geval. Oh, zo doe je dat. Kijk, Attika was onderweg naar ons. Ja. Maar ze staat op hier stil. Ja, Matthijs leeft ook nog. Oh ja. Ja. Okay. Gaan ze ons nooit vinden. Jullie horen iemand ook de hele tijd schreeuwen van ik heb nog een kill cooldown? Nee. Wie dan? Nee, ik hoor dat niet. Wat? Dat is zo... Wat? Ik hoorde Bibi's zeggen dat ze niet kon killen omdat ze nog een kill cooldown had. Volgens mij is het gewoon Matthijs. Maar volgens mij is het gewoon Matthijs. Volgens mij zit Matthijs gewoon een beetje stemmen te horen. Matthijs zit gewoon... Matthijs die verzint dit gewoon om gewoon... Weet je wat? Ik heb nog gestemd. Dat is het enige wat ik ga zeggen. Oké. Er zijn 3 mensen dood en ik heb de hele tijd 3 mensen gezien. Ik hoorde Bibi zeggen dat ze nog een kill cooldown had. En er is 2. Ah, oh, arme Bibi. Dat de audio er steeds zo in de weg zit. Ik heb het toch wel horen zeggen. Op wie stemmen we nou? Nou, ik heb op Matthijs stem, maar ik weet niet. Misschien is het oprecht wel Bibi. Wat? Ik ben het niet. Ik zit gewoon op Matthijs alleen. Op wie stemmen we nu? Ik heb op Bibi gestemd. Bibi. Oh, Bibi is weer heel zacht. gaan we er nu achter komen? Justice! Als we het niet goed hebben, dan hebben we verloren. Dat is een feit. Ja, maar dit moet goed zijn. Yay! Yeah. Matthijs, zie je? Ik ga wel even weg van de groep en kunnen we even kletsen. Ik zal eens even kijken waarom die bits het niet doen. Want ik krijg, als ik het zelf test, dan doet hij het wel.
Dus als ik hier gewoon doe bits testen, dan zegt hij ook gewoon dat ik dat heb gedaan. De doodlehammer. Ik leer van de beste. Nou, niet dus. Nee joh, wij zijn zeker niet de beste. Ik weet niet of je mijn laatste, de vorige stream hebt gezien. Ik was echt zo slecht. Maar Among Us is wel, het is inderdaad wel leuk. Kitta killed voor me! Holy shit! Ik heb het snel kunnen reporten. Kitta killed voor me. Matthijs, ik denk dat we allebei weten wie de imposter is. Ja. Ik denk echt dat het Kitta is. Ja, oké, fair enough. Het is wel heel mooi geacteerd. Ja, dat is inderdaad. Maar geen anders. Helaas. Dat klinkt wel heel erg. Wat moet je dan doen? Zo, ik zat Oh, netjes. Het is wel moeilijker zo, hè? Om dan te winnen als een imposter. Oh. Ik heb Rob zo hard vermoord, hè? Maar Bibi, ik... Ik hoor Bibi zo, oh, zo luid. Shit, ik heb het niet opgenomen. Oh, sukkel. No. Ik heb het wel opgenomen. Oh, wacht, daar heb je niks aan. Ik hoor Bibi zo luid dat ik er vannacht nog ga horen met die creepy lach van haar. Ja. Maar ik hoor Bibi. Dat op mijn huis leeft. Jullie horen Bibi wel? Ja. 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 Ja, ik niet. Hey, zullen we een keertje proximity mods proberen in een andere map? Ja, ja, dat vind ik goed. Mira, zullen we hide and seek spelen? Ja. Zal ik hem dan sowieso naar de skel doen? Ja. Ja, doe maar. Oké, dan ga ik hier even uit. Oké. Ah, zo. We gaan eventjes even wisselen van, hoe noem je dat? Van map. Dus we krijgen weer een nieuwe code. Dus dat betekent ook dat ik even met jullie kan kletsen. Ah, we proberen proximity mod uit. En het werkt nog niet vlekkeloos, zoals je ziet. Of nou ja, hoort eigenlijk. Het is op zich wel leuk, want je kunt wat meer, ja, hoe noem je dat, wat meer klooien. Dus dat is wel grappig. Alleen ja, dan moet het wel goed werken, zeg maar. Niet dat je iedereen ineens hoort. Oh, wacht, heb ik al een nieuwe code eigenlijk? Ja, een nieuwe code. Hoppa. Hey, ik heb morgen gewoon school, zeg maar dat. Wow, heb je school? Ik ook. Wow, ik heb gewoon stage. Wow, jullie ja, zitten nog op school. Ja, ik heb werk school. Ja, ik ben blijven zitten, sadly enough. Op school, oh, man. Blijven dat, zitten. Was dat 15 jaar geleden voor mij of zo? Blijven zitten. Ja, voor mij ook al 20 jaar terug. Nee. I maar, feel old. Kan je dan op zijn minst wel van stoel wisselen, of? Nee, man. Wow. Hey Bibi, zeg jij nu wat? Ja. Oké, ik heb hem al een paar keer gereset, maar ik blijf Bibi maar niet horen. Wat? Nee, alleen Bibi niet. Lieve schat, je zit maar twee maanden op de middelbare school in de stage gaan lopen. Zal ik mijn hele crew in kans even opnieuw opstarten? Ja, dat is misschien mijn idee. Ga ik ook even doen, want ik hoor Bibi ook niet. Ik zie ook geen verbinding met Bibi. Het is zo luid, maar daardoor heb ik het niet. Wat ben je aan het eten? Ja. Bibi zit lekker. Bibi zit lekker. Bibi zit lekker een bakje vla naar binnen te werken. Oh, lekker, Bibi. Oh ja, nee. Ik zat zo in de buurt. Wauw. Oké, sorry. Geen vla. Vla zonder smaakje. Oh. Ja, ik denk dat Bibi als enige me echt even opnieuw moet opstarten. Yoghurt met hagelslag, oké. Ja, ik heb echt ook al alles geprobeerd, maar ik krijg Bibi ook niet... Ja, nee, blijf bij Bibi. Bibi, ik weet niet of je mij wel kunt horen, maar je moet hem even die crewlink even opnieuw opstarten. En dan doet hij het weer goed. Oké, welke map gaan we doen eigenlijk? Skeld? Ja, Skeld. Oh, Skeld. Yay. Ik wil gewoon heel graag door de Skeld kunnen lopen of rijden op een Skelter. Ja, dat zou wel leuk zijn. Dat zou nice zijn. Wacht. Hey, is er iemand van jullie die Bibi kan horen? Ja, ik hoor heel zacht hoor ik er. Kan je nog iets verder van de microfoon af? Ja, Bibi, kan je nog iets verder? Nee, maar daar ligt het niet aan. Ik reset hem even voor. Dit klinkt... Nee, hoor ik er nog steeds heel zacht. Misschien moeten we de microfoon gewoon wat volgens mij... Ja, ook maar via crewlink, even uit. Volgens mij als Hugo zijn microfoon uitzet, dan horen we hem ook nog over de microfoon van Bibi. Zo hard praten. Dat is echt zo gewoon. Ik denk nog sterker, ik denk dat als
ik mijn microfoon uitzet en dan kan je me nog steeds horen over de microfoon van Bibi. Dankjewel, S-Kamps. Super lief. Oh, hey, wat een chaos programma is dit, hè? Ik ga bij Bibi even de crewlink. Bibi, het enige wat je hoeft te doen, want je hebt hem al gekopieerd, is je gaat naar die crewlink, weet je wel, wat we net ook deden, en dan kopieer je hem daar. Oh, ze moet die hele link er even inzetten. Nee, maar dat kan niet, want... Bibi, moet ik echt naar beneden lopen? Oké. Okay. Yep. Bibi, je krijgt klap als ik je zie, Bibi. Helemaal naar beneden ook. Helemaal naar beneden. Ja, je weet niet wat voor huis ze hebben, hè? De echte imposter komt eraan. dat was snel. Ja, je hebt gelijk inderdaad. Je hoort bij Bibi Hugo gewoon nog steeds. Zo toch vergeten. Ja, echt, hè? Hé, hey, Rob, horen wij elkaar ook? Ik hoor jou luid en duidelijk. Ah, ik hoor jou ook goed. Nice. Je moet even dat poppetje leren, dat hij niet heel zo aan zijn neus zit, want dat is niet heel coronaproof. Wat, hè? Dat poppetje dat met je meeloopt, die zit heel te maar aan zijn neus, maar dat is niet zo coronaproof. Het is een beetje een raar poppetje leren, ook. Dat hij dat nee, maar... Oké, okay, sorry hoor. We staan hier namelijk ook al niet op 1,5 meter afstand, zeg maar. Sorry, ik neem wel even een coronaproof... Ja, dit kan natuurlijk niet. Hier. Ja, kijk, in een bubbel op 1,5 meter afstand. Sowieso coronaproof. Corona. Zo. Nee. Wat? Ben ik zelfs hier niet te vertrouwen? Ze probeert corona te verspreiden. Oh nee, oh! Wacht, ik haal er even de viroloog bij. Je weet nooit, hè? Wacht even hoor, er komt een viroloog aan. Hallo, ja, wie heeft de corona? Ik heb vleermuisoortjes op. Ja, dat is ook niet gezond. Ik denk dat dat een bijverschijnsel is van corona. Wil jij ook nog? Oh, kijk, u heeft een collega. Rob, ik ben bij u komen werken. Bibi is er weer uit. Oh, hoi. Sinds wanneer heb ik een collega? Ja, vleermuis en een duivel. Sinds vandaag. Oh, ik zie dat ik een ander hoedje aan heb. En een kind. Bibi, babab. En een kind. Daarbij moeten de oren nog groeien. Ik heb je niet. Oh, jawel. Ja. Ik ben Rob. What? Excuse me? Excuse me? Ik ben Rob. Ik ben Rob. ik ben Rob zijn stagiair vandaag. Ik ben Kreet Jack. Ja, goed zo. Ik wil Jamila zijn. Ik ben je stagiair. Rob. Okay. Ik ga bij je in de leer. Judith Fout. Jamila. Wat heb ik verkeerd gedaan? Zeker mijn kleur. Ja, precies. Ik kan zeker hey, Jamila maar is er. Roze. Hey, Jamila. Jamila. Hoi. Hey. Hoi. Hoe gaat ie bij Bibi nu? Hey, welkom bij weer een superleuke nieuwe video! Wie ben jij? Hoi, welkom bij weer een supernieuwe video. Leuk dat je kijkt. Jij kijkt dus echt niet haar video's. Vandaag gaan we... Ik doe dan wel een duimpje omhoog, maar met welke duim doe je dat? Doen we dat met een rechterduim of met een linkerduim? Jij hebt vaak met Jamila de video's gekeken. Ja, sowieso. Zie jij iets blauws in je kamer? Klik dan met je linkerhand op dat duimpje omhoog. Ja, maar ik doe het wel altijd netjes. Met de goede hand. Met de goede hand, ja. Want ik pak opeens de muis met mijn linkerhand. Is jij niet iets blauws in je kamer? Doe dan je... druk dan op het... Ik kan het niet. Nee, zie je, het is toch best wel moeilijk, hè? Ik wou net zeggen, jij bent niet zo getraind. Blijkbaar weer. Nee, het zit niet echt in mijn systeem. Dit is een neppe Jamila. Dit is echt een nep Jamila. Ja. Bij je linkerhand. Nee. Ziet er goed uit. Nep Mila. Ja, maar ik denk wel dat jouw stem het beste overeenkomt van alle stemmen hier vandaag. Oh, fik Mila. Ja, dat is wel waar. Dat hoor ik veel te vaak. Ik wou net zeggen, dat is ook echt wel een feit. Het is duidelijk dat jullie familie zijn. Het zou wel een beetje creepy zijn als ik nu opeens een enorm goede Jamila... Roel! Ja! Heb je al een proximity mod? Want dan hoor je niet zoveel. Oh nee, Roel. We zijn meteen... Oh, Roel probeert er ook in te komen. Kijk maar, hij is ook bezig met zijn proximity mod. Ik zie hem in de server erbij komen. Wat? Wat gezellig. Oké, nou nog heel veel geduld. Hallo. We gaan Bibi probeert de audio te fixen. Start. Het is een beetje een teststream vandaag, dus er kunnen wat dingen misgaan. Maar we zorgen dat het in ieder geval gewoon gezellig blijft. Druk op start! Hang je er maar op. Oké, ik ben er weer. Nee, start. We pesten Jamila helemaal niet. We vinden Jamila heel erg lief. Hoe vaak heb je er geslaagd? Waarom zouden we Jamila pesten? Ja, mensen zeggen in de chat, jullie pesten Jamila, maar dat is niet zo. We nee joh. Oh. Nee, Jamila lief. We missen Jamila.
dat is het. Ja, ik kon het zeggen. Tamila wordt het fijn, ze zit zelf de stream te kijken. Ja, ja, ja. In de tussentijd probeert ze ook zelf met haar linkerhand een duimpje omhoog te geven. Nee, zij zit nu thuis naar allebei de duimen te kijken. Hè? Maar welke duim doe ik dan? Ja, maar ik heb het duidelijk uitgelegd. Hey, ik wil weer weggegaan. Ja, blijkbaar. Ja. Dankjewel, Dorisa. Nou, Roel is weer weg. Zullen we dan maar beginnen? Ja, ik weet niet hoe het bij Bibi... Ik hoorde nog steeds niet. Jullie wel? Ja. Ik hoor geen creepy laughter, dus... Oké, dan fix ik het. Maar nu ook weer niet. Dan doet hij het bij mij ook. Jullie horen elkaar steeds. Ja, ik hoor je. Ja, oké. Okay, Roel probeert er nog bij te komen. Roel. Ja. Oké, okay, dit is trouwens een beetje uit zijn kwakzalver. Wacht, ik ga er even goed uitzien. Doe, het is niet goed. Hé, hey, besef even dat ik net bijna een woedeaanval kreeg. Weet je waarom? Nou? Ik moest die dingen fixen en ondertussen zit één meisje van 12 TikTok-dansjes naast me te doen. From the top, make it drop, it's a web. Die niet, oké, gelukkig. Ik hoop niet de web. Dat is een beetje een respect naar mij. Meisje was. Nee, dat hoop ik ook niet. Maar dat is een liedje dat in mijn hoofd kwam. Hugo? Yes? Kun jij een gedetailleerde beschrijving geven van een van zo'n van die TikTok-dansjes? Oké, even nadenken. Weet ik er eentje? Dan ben ik zo gedisconnect. Ik kijk oprecht geen dikte TikTok. Rick, ben jij Roel aan het helpen? Ik doe hem niks. Jij kijkt geen TikTok. Ik wil Roel even helpen. Want dat is het enige waar we nu op zitten te wachten. Want Roel heeft nog steeds zo'n internet dingetje met een strepen doorheen. Dus hij moet even Scrolling gewoon opnieuw opstarten, nee, toch? Ja. En misschien even op start klikken. Ik kijk niet TikTok. Ja, wacht even. Roel probeert nog... Ja, je mag kijken op mijn telefoon. Wedden dat ik geen TikTok op mijn telefoon Maar niemand was blijkbaar Roel aan het helpen. En ik dacht dat Rick hem aan het helpen was. Dus ik ben hem nu even een berichtje aan het sturen. Dat is gewoon te veel van mijn computer, denk ik. Oké. Roel is weer weg. Oh, ja, ik zat met hem te kletsen in de chat. Oh, wat goed. Oh, hier? Ja, hier. Even OBS opzetten. Oh, ik had hem al een berichtje gestuurd, ook op Discord. Ja, wordt te laat. Ja, ik heb geen idee waarom die gekke bits het niet doen, hoor. Ik zie ook helemaal geen melding ervan, alleen als ik het zelf doe. Maar ja, daar heb je toch niks aan. Dus ik ga wel even uitzoeken hoe dat zit, want dit lijkt me niet de bedoeling. Oké, ik heb een nieuwe code. We gaan eens even kijken of we nog een spelletje kunnen doen, want we zitten nu de hele tijd alleen maar te wachten en in de lobby. Corda, okay. Ja, hallo. Hallo. Ik moest hem nog even aanzetten. Hallo. Oké, beter. Hallo. Oké, die missen we. Kitta. Hallo. Hallo. We missen er meer. Hey. Hallo. Ja, en Roel. Ja, maar Roel probeert het nog te fixen. Ze wist een schoentje gewoon starten en dan kan Roel het intussen te fixen. Ja, nee. Ja, dat is wat prima. Nee, wie zegt er nee? Hugo. Nee, zo. Ik zei nee tegen Bibi. Oh, oké. Ik zei nee tegen Bibi. Dan hebben we straks weer inactivity. Ik zet een snel start. Oh, Roel! Oh! Oh, als je ingeluid doet, nog steeds niet. Nope. We waren echt niet zonder je starten, Roel. Nee hoor, Roel. Maar Roel, zouden we nooit doen. Roel! Kijk hem. Roel! Volgens mij hoor ik iemand alweer niet. Oh jee. Oh nee. Okay, start. Nu al. Ik hoor jou wel. Ja. Ja, ik ga zo, we gaan zo jou ook. Even helpen. Ja, maar ik hoor iedereen behalve volgens mij. Two days later. Krumaten. Yes, Tim. Oh, ja, ik ook! Oh ja, maar die is niet zo. Ik weet nog meer, dat hebben we allemaal. Wie is er nog meer een poster? Wat is iedereen hard in ons? Jullie natuurlijk niet meer. Is het nog heel verhaal? Piu, 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 piu. Ja, daar heb ik geen last van. Swiping my card. Wat is iedereen ineens hard? Hoe kan dat nou weer? Naar bodies. Heb jij een body gezien? Nee, ik... Oh, iemand wel. Ik vind dit heel spijtig. Ik zat gewoon... Kitta kan niet voor foutje. Ik zat mijn upload te doen in... Matthijs? Communication. Matthijs weer. Ik hoor Rob zingen van...
I'm doing trash, ik hoor please Matthijs. Don't kill me. En gewoon tijdens dat hij aan het zingen was, hoorde ik hem ineens niet meer zingen. Dus ik dacht van, nee. Oh. En raad eens wie ik daar van weg zag lopen? Bibi. Bibi? Bibi? Ja, Bibi. Ben je was no bij mij? No way. Ja. Bibi en Kitta, die kwamen tegelijk, gingen tegelijk samen ergens naartoe. Nee, ik stond in de deuropening van communications. Ik kwam Bibi wel tegen, maar ik naar waar kom je Bibi tegen? In admin. Eka? Right. Oh, in admin. Oké, dan is het Bibi. Ik hoor Bibi niet. Huh? Ja, want ik stond in de deuropening van communication. Ik zag Bibi dat gangje inlopen en ze liep weer weg. Nee, niet op mij stemmen. Ik zweer dat ik het niet ben. Oké, Bibi is het. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, dat is niet waar. Ja, ik heb al gestemd, dus... Ja, ik ook. Oh nee, dan heeft het niet zoveel nut meer. Ik had niet op je gestemd door Bibi, maar ik heb het nu toch gedaan. Dat vind ik aardig. Oh, ik zeker wel. Maar Rick, waarom stem je dan op mij? Ik stem niet op jou, ik stemde wel op Bibi. Je stemde... Er waren er twee die op Matthijs stemden. Ja, dat ging het. Ja, één. Ja, zijn dat dan... Twee imposters. Maar één daarvan is Bibi. Ja, toch? Dat is toch logisch? Oké. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Of jij bent het weer. Ik, hè? Maar dan moeten we dan jullie moeten allemaal even in leven houden. Staat iedereen hier nou upload te doen? Ja, ik zei net dat ik dat niet. Ja, ik sta hier de upload te doen. Of wat is dat? Download? Upload? Nee, upload data was dit. Ja, maar Matthijs was bij download, zei hij net. Ja, oh, het geluid is zo slecht als er zoveel mensen bij elkaar zijn. En waar had je download? Communications. Dat heb ik gezegd. Is dat echt zo? Oh, oké. Ja, dat heb ik gezegd. Ja, omdat ik anders kan ik erop of niet door zingen naast trash. Oh? Die ik trouwens ook heb. Heb je gewoon een gierige computer dan? Ja, mooi, ik ben een aantal keer bij. Nou, dan reageert ze niet meer op. Waarschijnlijk wel dus. Ik wil wel mee, maar ik kan niet vallen. Maar wie is er ik nou trouwens alleen Kitta niet meer horen, want zij vindt geen... Ik ga wel mee. Ik hoor Kitta wel. Je kan ongeveer wel zien hoe je erop... Moet ik het even vertalen voor je? Kitta, zeg eens wat. Wat? 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 Hoor ik er nu wel? Wat? Wat? Nee, ik hoor Kitta nog steeds niet. Ik ben de vertaler voor Kitta. Ja, Rick is er toch. Zeg eens wat. Ze zegt niks meer. Dit is trouwens één mooi moment omdat ze geen verbinding meer heeft. Jawel. Wacht, zegt ze. Ik hoor je gewoon al, Kitta. Ik ook. Nou, ik ga... Oké. Ik dacht je bent... Ik hoorde niet. Oké, okay, is goed. Weer bij de trash. Sorry. Ik heb ondertussen even wel goed gedaan. Ik had net niet goed gedaan. Hey, ik ga even weg. Nee. Ja, ja. Ik ga naar Electrical. Gaat er iemand mee? Ja. Oké. Okay. Oh. Nee. Fixed. Ah, ik weet dat ik griep nooit had! Nee! Yeah! Hey! Yeah! Ik spamde op report, wat? Of nu hoor ik alleen maar Attica. Nice! Kitta, hoor jij Kretschik? Nee. Oh, Kretschik, Kitta hoort jou ook niet. Oh, ik hoor Matthijs. Ik hoor er niet. Nee, ze zegt gewoon niks. Ze is gewoon een vies spelletje aan het spelen, zou Hugo zeggen. Zou je aan het praten? Want ik hoor... Ja. Wie is er nou een vies spelletje aan het spelen? Kitta. Wat is heeft dan? Nee, Kitta heeft zo'n... Ik hoor je wel op Kitta. Oh ja, ja, ik hoor Kitta. Ja, ik hoor je. Ik hoor Kitta, ja. Hoor je me? Ja. Okay. Maar je hoort mij ik niet waarschijnlijk. Ik weet dat het in en de nu? Vorige hallo? Game fout ging, waardoor ik niet snel gewoon ik hoorde nog steeds ik niet. Wel. Oh, nee? Wacht maar. Nee. Ik snap er helemaal niks van. Moet niet komen. Ja, ik hoor jou natuurlijk wel, dat weet je zo. Nee, ik snap er helemaal niks van. Ja, maar als Bibi stil is, kunnen we... Zo. Toch via haar mic horen. Kitta? Hallo? Kitta? Hey Roel! Ik hoor Kitta. Ja, ik ook. Ja, ik hoorde hem zeggen, hallo? Ik ga niet goed. Ik hoorde ook, dit gaat niet goed. Ja, niet goed. Roel, praat eens. Kitta? Hallo? Hey Roel! Ja! Hoi! Nou, wat gezelligheid, welkom. Wat leuk dat je er bent. Ik hoor alleen Kitta niet. Hij heeft af en toe een beetje glitches, deze proximity mod nog. Yeah. Maar we gaan het gewoon testen vandaag. Maar ik hoor dus alleen Kitta niet. Bij mij staat zij als enige. Oh, nu niet meer. Ja! Nu hoor ik je weer. Okay. Ik zag in één keer dat plaatje weggaan bij je hoofdje. Ja! Roel? Oké, okay, snel op start. Ik op start! Ik moet even meelopen, ik moet even wat vragen. Start!
Druk op start! Ik vraag of iemand anders denkt. Druk op start! Te laat. Nee, leuk dat je er bent, Roel. Ik ben gezellig. Ik kan je niet Romaat. Kom even naar boven. Wacht even, ik moet even mijn voice ding doen. Ja, wacht even, ik doe even mijn voice weer, want ik hoor Roel niet. Maar ja, oké, vertel. Even wachten. Waren jullie nog van plan om Phasmophobia te halen? Want dan kan dat ook gestreamd worden. Hallo. Gezellig met Dionne. Hi. Ja, ik wil het uiteindelijk wel gaan spelen, maar ik... Het is heel leuk. Oké, ja echt? Ja, het is echt leuk. Vraag maar aan Dionne. Ja, ik zal doen. Maar ze moet me eerst even accepteren op Instagram, want sad times. Het duurde bij Kitta ook echt vet lang. Ik wil iets proberen. Wat wil je proberen? Wacht, in de vent springen? Doe het. Spring in de vent. We gaan niks zeggen. Wacht, Babushka! Hugo! Wat? Wat was dit? Wat heb ik gemist? Roel! Ik hoor Kitta Babushka zeggen en Roel killt gewoon Matthijs. Hè? Babushka! Babushka! Dus ja, wat nu? En dan report hij het ook nog zelf. Nee, Roel, nee, je komt er net bij. Nee. Ga je meteen zo vies zitten spelen? Ja, ik moet wel. Hij komt aanlopen, hij killt gewoon Matthijs. We stonden er met z'n allen. Ho. Jij killde dus Matthijs. Wie ik? Wacht, wat? Ik heb een cool stem. Op wie stemmen we nou? Nee, we gaan Het is Ros. Het was Rick. Het was Rick. Oh. Nee. Wow, zo werkt dat niet. ik heb op Roel gestemd. Natuurlijk stem je op mij. Maar ik weet niet of het waar is. Het was een beetje een snelle klik. Ik begrijp het niet meer. Nee, ik ook niet. Oké, we stonden met z'n drieën bij elkaar. En ik riep Babushka. En Rick had het codewoord ontvangen. Ja, dat was wel vet grappig geweest. Maar... Sorry jongens, ik was even in mezelf gekeerd. Wat heb ik gemist? Het is Rob, het is Rob. Ja. Kijk, dankjewel. Nee! I love justice. Hij was een innocent bystander. Een innocent bystander. Oh, ik ga wel... Wat doe je nou? Nee. Dat zijn niet de regels. Oh. Maar je leeft nog. Maar ja, dat is waar. Ben jij het nou dan, Kitta? Nee, ik zei Babushka. Ja, dat is wel heel erg zus. Oh, nu zei ik het weer. Dus... Nee! Babushka! Oké, Babushka! 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 Oh, wat een sukkels. Waar is iedereen? Ja, geen idee. Hey Rob! Hey. Gaat het goed? Rob is nooit blij. Dat was een dubbelkill. Dit is de tweede keer dat ik trash aan het doen ben en dat er iets wordt gereport. Oh, op dat het was moment... de vorige keer ook de hele tijd. Dit is de tweede keer dat gebeurt, terwijl er net mensen naar me toe komen op echt de meest creepy manier ever. Hoezo? Maar we waren gewoon aan het lachen. Het was een dubbelkill van Hugo en Kitta. Erg zielig. Dat klinkt heel erg gemeend. Oké, maar wie heeft het gedaan dan? Ja, dat weet ik niet. Waar? Is het nou Shields of Weapons? Volgens mij Weapons, naast Cafeteria. Rechts naast. Okay. Is het nou Shields of Weapons? Het is Kreetjik en Rick. Okay. Hoezo? Wat, omdat we met z'n tweeën lopen? Omdat jullie net zo creepy met z'n tweeën aankomen. Ja, nou. Zo creepy. Als we jou beschuldigen op zo'n manier, dan word je boos. Ja, en het was een double kill, dus het is sowieso jullie twee. Ja, van Hugo maar en Attica en Bibi zijn toch ook? Ja, ik wou net zeggen hoor. Nee, want die zijn met jullie. Hun waren niet samen. Hoezo niet? Zegt hoe wie? Weet je dat? Wij waren bij jou, Rob. Ja, letterlijk 2 seconden geleden. Ja, dat snap ik. Maar hoezo zijn Attica en Bibi samen? Nee, wij zijn het sowieso niet, want Attica die, ik ben het ook en sowieso ik waren niet. In Mad Bay. Dus het zijn sowieso Kreetje en Rick. Maar waren jullie wel de hele tijd samen? Nee. Wij kwamen elkaar tegen in Mad Bay. En Attica, mag ik van jou horen dat jullie niet de hele tijd samen waren? Ja. Nee, we waren inderdaad bij Mad Bay en toen ging zij naar rechts en ik naar links. Nou, wij waren ook niet de hele tijd samen, want ik kwam er en ik ging namelijk dus net naar tegen. Weapons.
Dus wij zijn zo. Oh ja, nu, nu opeens komen jullie elkaar net pas tegen. Ja, maar dat was net nog niet aan de orde. Wat anders is storage. En daar zagen we jou. En toen zijn we bij jou gaan staan. We zaten gewoon een beetje te geinen. Maar. Oké, okay, nou, ik stem. De enige die dan denk ik bij elkaar is, zijn Bibi en Attica. Ik stem ook op Creatchick. Dan gaan we wel voor eerst. Ja, weten jullie het zeker? Ik ga op Creatchick. Nee, ik heb op Bibi gestemd. Ik weet zeker dat Bibi en Attica het zijn. Nee, dat heb je helemaal mis. En dan gaat Rick waarschijnlijk nu ook. Ik heb MadBase scam. Nee! Goed. Nou, ik ben benieuwd wie me dood gaat maken. Kijk uit voor Rick. Heeft iemand met basecam? Ja, ik. Niet, maar... Ja? Oké. Okay. Ja, wacht. Kom iemand mee, want ik vertrouw Rick niet. Ja, nee! Hoezo? Ja, kom mee! Waarom? Ik vertrouw jou niet. Hier. Ik heb met basecam. Ja, dat zou... Wat is dit dan? Ja, nee, je moet me wel even de kans geven, hè, om het te bewijzen. Ja, okay, ja ik heb ook stem. Wat is er nou? Wat is er? Ik snap het niet. Ik hoor hem niet. Rob? Hoi. Ik hoor... Oh, Rob. Oh, ja, hi. Hey. Ja, doe je verhaal. Ga je gang. Oh, ik dacht dat we gewoon het plan gingen doorvoeren. Willen we dat niet doen? Ik moest even laten zien dat ik MadBay scan had. Ja, ik heb ook MadBay. Ik niet. Ja. Geef me een kans. Doe skip vote, geef me een kans. En dan trap je me daarna eruit. Oké, is goed. Iemand heeft toch nog een gestemd. Natuurlijk, Rob die heeft wel... Die vindt mij niet meer aardig. Of zo. Zou ik het nooit doen. Ah shit, okay, dus nou begin mijn cooldown weer opnieuw. Ja. Kak. Oké. Zal ik? Oh, ga ik eerst? Ja, doe jij maar eerst. Met z'n allen. Hoe lang duurt dit? Niet heel lang. Ik hoor het ook. Oh ja. Huh? Maar Visual Task komt toch aan? Uit? Ja. Ja, het staat er toe. Oké. Nu ga ik, ja? Oh, nee. Ik wist het! Ik hoor ook echt die chaos. Ook echt zo nu. Oh no! Dit wist je. En ik wilde het voorkomen. Het was te proberen, toch? We stemmen deze op Attica. Dood is 100%. Het feit dat Bibi nu dood is gegaan is 100% aan haarzelf te wijden. Nee, ik wist het gewoon. Dat is creepy. Dat is ook zo'n evil laughter ook. Wat heb je ook aan weer? Wat is dit? Oh. Loopt hij weer eens een stringetje rond? Oh nee, wat heb je nu aan? Houd dit ziet er toch oké uit? Ja, dit is toch okay. Niet zo erg? Nope. Met dat masker? Ja, dat masker is een beetje overdreven. Mensen, ik moet gaan. Doei. Doei. Staat lekker. Ze is al weg. Ja. Ze is al weg. Ah, horen we nog iedereen? Ja. Hallo. Ik ga door jullie allemaal heen praten, zodat jullie allemaal... Sorry, echt fijn dat iedereen al zo snel eruit was. Start. Ja. Is het te makkelijk als er iemand bij komt? Dat is wel grappig. Oh, we moeten nog hide and seek doen. Oh ja. Wat? Dat heb ik dus nog nooit gedaan, hè? Dat is extra leuk met proximity chat, want dan kan je horen. Oh ja! Okay, wanneer er iemand wordt achtervolgd. Ja nee, Rick, gaan we nu niet weer vermoorden, hè? Nee, ik kan niet. Ik kan niet, helaas. Anders had ik het graag gedaan. Maar... Oh. Ja, ik moest kiezen, jou of Rob, maar... Ja, sorry. Ik kan Bibi horen. Bibi, ik kan je horen. Oh, wacht. Hoi. Oh, je stond gewoon hier. Ja. Nee, ik wil je. Hey. Doei, Bibi. Bibi? Oh, ik moet weer die shoot doen. Bibi zit hier. Bij de trash. Ik doe even de trash, hoor. Bibi. Jij bent echt weer over de hele map te horen. Ik niet. Ik hoor Bibi echt alleen maar hier, hoor. Ja, ik hoor Bibi over de hele map. Dus ik dacht, ik kom het er even vertellen voordat ze dingen zijn. Bibi? Nee, ik hoor Bibi niet. Ik hoor Bibi de hele tijd. Jullie ook? Ja, nee dus. Ja, ik dus wel. Maar ze heeft gezegd dat ze Hugo ging killen. Dus als Hugo dood is, dat is Bibi. Ik ben de Bibi is vermoord. Oh, lol. Dat is Creatchick.
Ik hoorde Bibi de hele tijd. Oh. Ja, kijk, ik hoorde Bibi ook de hele tijd. En ik wilde eigenlijk zeggen dat Bibi het was, maar toen zag ik creëertje met Bibi, dus nu is het de creëertje. Ik hoorde Bibi ook de hele tijd, dus ik was even naar haar toe gegaan om het te vertellen, maar dat was het. Oh, dus ja, dat volgens mij. Omgedraaid, zodat ze niet meer kan doen. Ja, even zo. Bibi, get on my ear! Stemmen creëert ik dus? Dat gaat zo snel. Bibi was overal te horen, dus dat moest ik even muten. Dat heb ik gedaan. Oh ja, oké, oké. Dat is een probleem. Ja, oké, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Dus het was gewoon goed. Dus stem alsjeblieft niet op mij. Ik zal mijn stem terugdraaien. Ik heb de game gefixt. Ik heb op Skippy gestemd. Helaas. Ik mijn stem ook niet weer. Ja, anders had ik Skip. Ik moet alleen nog Skip. Ik ben eruit, wat jammer. Oh. Ja. Wacht, wie... Okay, ik maak het wel af, hoor. Sorry, Bibi. Oh, mijn camera loopt even vast. Dus ik ga het fixen, mensen. Oké. Bibi, ik hoor jou nog. Bibi, ik hoor jou nog. Ja. Ja. Ben je het wel of niet? Nee, nee, natuurlijk niet. Als je bent, help ik je. Ik ben het niet. Jammer. Ik ook niet. Net was ik het wel. Oh, maar toen heb ik Roel de schuld gegeven. Ja, wie is de andere imposter? Ja, natuurlijk. Ja. Oh, ik weet het niet. Dat wat gaan we doen? Gaan we fixen? Ja. Oké. Okay. 1-1-6-0-9. Boem! Wat? Waarom gaat hij nog steeds af? Oh my god. Ze willen ons dood hebben. Schiet op! Oh, wat een mazzel. Ja. Dit helpt wel. Oeh. Even kijken, Roel. Nou, Kitta, waar? Roel? Bij de andere auto. Ik wel. Dit moet Roel toch zijn? Bibi. We proberen te overleggen hier. Ja, Bibi stil. Ik hoor Bibi nog steeds niet. Wij waren met z'n drieën bij de onderste O2, dus dan moet het automatisch Roel zijn. Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja. Nou, en als het niet Roel is, moet het... Ik, hè? Ja, waar was jij? Ik was de hele tijd samen met Rick in admin. Ja, we waren met z'n drie in admin. En wij zaten van, waarom wordt O2 niet gefixt? Ja. En Kitta ging er keihard heen rennen. En ik. Maar ik liep er achteraan. En ik bleef achter in admin om mijn card swipe te doen. Ik hoorde Bibi reageren op een moord, dus ik ging, ja. Ja. Hoe moet ik hier nou onderuit komen? Ja, niet. 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 Dat was al te laat. Te laat. Oh. Oh. Joujou. Oh. Ja hoor, gewinnen. Ja, Bibi heeft alles verraden. Bibi. Nee, maar ik wist niet wie ik was. Nee, maar je hebt mij geraden. Ik allemaal Bibi de schuld. Nee. Alleen maar omdat ik je wilde muten en helpen met je instellingen. Ja. Oké, maar dan kon je hem makkelijker helpen, dan hoeft hij niet meer mensen te killen. Nee, ja, dat is waar. Ja. Hey, willen jullie high test zien doen dan? Oh, ja. Ja, ik heb dat nooit gedaan. Moet dat? Ja. Ik weet niet of dat niet leuk. Oh, kijk dat ding. Hoe moet dat of moet dat? Hoe moet dat? Oh, oké. Okay, ja, gewoon. Wie is er vuurwerk aan het afsteken? Ik hoor Roel niet. Bibi. Wat? Wie is er Bibi is vuurwerk aan het afsteken. Nee, ik stem op Matthijs. Oh, wacht, ik hoor. Kan jij hide-and-seek uitleggen? Ik hoor Rob weer heel zacht. Ik ga even. Rob? Wacht, volgens mij hoor ik Roel niet. Roel, praat eens. Hoi. Praat Roel? Ja, Roel praat. Ja, ik hoor Roel. Ja, ik hoor ook. Okay. Ik hoor alleen Rob niet. Of ik hoor wel. Niks. Ik hoor iedereen gewoon. Jee. Dus misschien moet Rob eventjes... Ik hoorde Rob net ook niet, want toen heb ik even mijn ding gereset en toen deed Rob het weer. Iets? Ik heb die van mij ook gereset. Ja, Rob hoor ik weer. Alleen nu hoor ik Matthijs weer niet. Handig. Handig dit. Hoor je mij niet? Wow. Ik hoor Roel handig. Zeg maar, dan hoor... Oh ja, Matthijs hoor ik nu ook weer. Dan hoor je weer één iemand niet en dan gaat die resetten en dan moet iemand anders ook weer resetten. Ja, het dan... is echt vervelend. Ja. Het is echt... Dat is echt enig irritant. Hoor je me nu? Ja, ik hoor je. Voor mij werkt het nu. Oké, top. Oké. Okay. Ja. Ja, ik hoor Roel weer. Yay. Ja, eindelijk. Iedereen. En dan begint het spel en dan moeten we het weer doen. Ja, dan werkt het weer niet. Ah, nu werkt het weer. Oké, high test. Even wachten. Welke instellingen moet ik hem dan zetten? Doen we met twee imposters? Dat is wel heel lastig. Ja. Oh ja. Oké. Nee, Ik maak er weer eentje aan. Ja, laten we één doen met high test. We doen dus nu high test.
Yes. Wacht, we doen toch gewoon een normale map, of niet? Ja, ja, ja. Maar we moeten even de imposters... Oh, wacht. Die zijn alweer weg. Ja, ik heb hem weer op wit gezet hoor, jongens. Ik heb hem weer zoals mijn plaatje hieronder in. Hey, ik vind het wel raar hoor, dat alles het niet doet. Gaat crewmate vissen dan op z'n aller... Oh, nee. Hoort ze ons? Hallo, hallo? 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 Hallo, mevrouw Check, ik hoor je niet. Hoor ik niet? Ja, maar dat we weer uitgingen. Ik hoor jou ook, hallo. Hoor. Ja, maar ik heb nummer 1 imposter, toch? Hallo? Huh? Creatje? Dat moest toch? Creatje? Ja. Oh. Niemand hoort je trouwens, Creatje. Mevrouw Check? Niemand hoort je. Oh. Behalve ik dan. Ik hoor iedereen volgens mij. Horen jullie mij nu wel? Ja! Ja, ah, kijk eens. Oké, ik wilde vragen op welke instellingen moet ik de game zetten voor in Hide and Seek? I don't know. Ja, heb ik gedaan. En crewmate vision op 4? Oh, 1. Oké. 1? Oké. En de rest is allemaal gewoon prima? Oké, en dan doen we even in het begin meteen even kom saboteren. Ja, ja of juist omhoog. Maar kan iemand me uitleggen hoe dit werkt? Dat ik ja, ja dat, echt, probeerde, hè? Dat probeerde ik. Oké, okay, dus... Maar dan met kinderen. Stoppetje. Ja, maar dan ga je dood. Als iemand stoppen, ziet... Zal ik het uitleggen? Ja, graag. Ja. Okay, de killer gaat, kan heel weinig zien. Degene die er is één imposter. Degene die de imposter is, dat is de zoeker. Degene die, dus de imposters, die zegt ook gewoon even aan iedereen van, joh, ik ben het. En wat diegene als eerste doet, is even comms saboteren. Alle crewmates, die laten comms dus ook gewoon ongefixt. Dus we gaan niet proberen om dat te maken. En daardoor zie je dus niet als crewmate welke taken je hebt. De bedoeling is dat wij alle kamertjes afgaan als crewmates om alle taken te doen. De imposter ziet heel weinig. Dus die gaat proberen ons te zoeken en ons te killen. En als wij eerder klaar zijn met taken, hebben wij gewonnen. Als de imposter eerder klaar is met killen, heeft de imposter gewonnen. Ja, en ja, er wordt afgeteld van tevoren. 20 seconden. En dat doe je door in de cafeteria 20 keer in een fan te springen. En je mag hardop tellen. Oké. Okay. Ja? Ik heb niet geluisterd. Nou, ik heb niet geluisterd. Oké, gaan we. Ik heb geen idee wat ik nou moet doen. Okay. Ja, jeetje. Nou, dan redden jullie je maar. Wie is de imposter? Wie is it is I. Oh, oké. Okay. Nou, hier. Mag je in dit vent? Bij maar waar oh, shit! Eerst komt, oh. Mag eerst komt saboteren. Rob. Oh. Oh, kom ja, saboteren. Kom, even saboteren, zodat wij onze taken niet kunnen zien. Jamme. Fuck the duck. Ja, thank you. Oké, okay, laat die maar gewoon ongefixt. Oké, okay, en tel maar hard op. 2, 3, 4. We moeten echt al die kamertjes aflopen. Oh, nee. En kijken of ergens iets geel op ligt. En dus niet komst fixen. Ja, en dat zien wij best wel veel. Downloads, downloads, downloads. Ik moet wel een beetje stil zijn, jongens. Is het Rob? Oh, is Rick. Hallo. Hoi. Nee, die mag je niet fixen. Oh. Dat is Koms. Sorry. Die moet je ongefixt laten. Ja, dat heb ik nog uitgelegd. Ik zei het net nog. Niet fixen! Ja, deze ik zei het net nog. Ga ik het zelf lopen fixen? Weg. Weg. Oh, en de bodies hoef je dus niet te reporten. Ik durf niet zoveel te praten. Of zeg je ook niks? Oeps. We spelen hide and seek met proximity mod. Thank you.
Nee, rennen. Oh. Sst. Oh ja. Wie was bang? Oh. Upload. Rick, zeg eens iets? Ja, hoi? Ja, ik hoor Rick. Ah! No! Go! Ik kan gewoon via de vent gaan. Zal ik dat doen? Leid hem af, Bibi. Hallo. Help! Ja, oh. Ja, jammer. Hij ging helemaal opwachten in de deuropening. Ja, ik kon niks doen. Nee. Ja, rondjes om de tafel rennen en wachten tot hij achter je aankomt of zo. Maar we mogen nu die taken niet afmaken, of wel? Jawel, juist wel. Het begint een beetje moe te worden, jongens. Oh, ik had meteen moeten lopen. Ja, dat is waar. Wat dom van mij wat eigenlijk. Wat op. Maar... Zo. Maar op. Ik had echt net mijn laatste taak af. Ja. Ik dacht dat ik had gewoon al een taak had. Ik heb echt 10 minuten over één taak gedaan. Nee. Nou, ik probeer echt te ontsnappen van Rob. Maar Rob is blijkbaar best... Ik hoorde Rick de hele game niet. Het ruikt al naar dode lichaam. Hoor je me nu nog steeds niet? Iemand in de chat. Ja, ik hoor je wel. Oh. Er zitten ook al die dode bodies. Ja, dat wilde ik wel zeggen. Die bodies hoeven niet te reporten. Maar ik neem aan dat jullie dat al door hadden. Ja, Bibi had komst gefixt. Bibi, nee toch? Die hoef je niet te fixen. Heb ik komst gefixt? Okay. Ja, Rick, deze had ook al per ongeluk hoor, dus je bent niet de enige. Oh, dat had ik geen eens door. Rick had hem bijna. Ja, bijna. Maar ik was op tijd gestopt. Bijna is nog niet helemaal. Ah, nou, ik ben niet. Hem niet. Weer niet. Wie is het? Nee, ja, ik ben het. Dus ik ga nu communicaties schuif open je tasding. Oh, dat ik het niet kan doen. Wacht, ja, ik klik heel hard. Ja, hij is gesaboteerd. Ik ga pinten, jongens. Snel weg. Ze is nu toch daar bezig. Dus ik ga snel die in electrical doen, want dat zijn er 3. Ik heb nu gewoon sneaky gespiekt. Anders dan, had ik het nooit afgekregen, natuurlijk. Die andere was volgens mij swipecard en admin. Oh nee. Deze is zo lang, deze plek. Het hele naald is nu hoor ik, maar is niet. Heel naar. Oh, je hoort er niet? Ja, sowieso. Ja. Dus... Huh? Jij klinkt bang. Ik dacht dat je... Oké, laat maar. Je dacht dat je Marissa om de hoek stond? Ik dacht dat Marissa in electrical stond, maar blijkbaar niet. En volgens mij hoor ik Hugo overal op de map. Oh, echt? Ik heb Hugo al een hele tijd niet gehoord eigenlijk. Ja. Oh. Maar hij zegt Hugo is vast al dood. Mooi toetsenbord. Oh, dat ben ik. Ik hoor Kreatjik. Ik hoor Marissa heel hard praten. Ja, heel hard. Ja, heel hard fluisteren. Ga Bibi even opzoeken hoor. Zit je weer hier? Ik zat achter. Ik moest wegrennen, ze kwam hem. Oeh, wegwezen. Oh jongens, welke moet ik nog doen? Ik weet het niet meer. Ik heb er nog eentje toch? Hey. Oh, dat mag niet hè. Oh nee! Het kan zijn dat je ook klaar bent. Kom op! Ben ik klaar? Nee, zeker. Ik hoorde er links ergens, maar ik weet niet zeker. Sst. Oh. Dood. Oké. Als ze zometeen één van ons heeft gekild, keihard wegrennen, hè? Ja. Probeer me niet te redden. Red jezelf. Oké. Oké. Ik moet nog uploaden. Waar moet je dat doen?
Ik ga wel voor je staan, misschien kilt ze mij niet. Oh nee! Oh, nee. Waar moet je nog heen? Ik weet niet welke ik nog moet doen. Oh, ik moet deze nog doen. Oh nee, ik moet die Simon 6. Hé, hey, ik zag Hugo. Was het nou die of die? Ik heb niet goed gekeken. Was het die rechts onderin of die midden onderin? Thanks. Ik had niet opgelet. Oh, wat erg. Ik zat de chat te kijken. Hey! Ik ga naar beneden. Ik ga naar rechts. Ja, je hebt nu het nadeel van je pet. Ik kan gewoon je pet volgen. Mijn pet? Ja. Zeker. Maar ik moet even dichterbij komen, want zo kan ik je... Wacht, kom maar, laat me eens even zien. Laat me je pet eens even knuffelen. Kom eens even hier. Kom eens even hier. Ah! Hoe dan? Ja! Die was pet ver weg op mijn scherm. Oh, je was echt was zo ver weg. Ja, nee, ja, was die was eigenlijk echt heel dicht achter, hoor. Was heel ver weg ineens. Zelfs als een dros me wel kennen. Jazeker, Bibi. Ja. Oh, dat is maar ik kan er dus niet. Hey, ik hoor weer alleen Bibi niet, trouwens. Ik hoorde jou de hele game niet, en nu wel. Oh, niet? Telde je toen de fans in gingen uit? Ja. Ja, ik hoorde je dus niet. Oh, wat irritant. Oh. Ik hoor Bibi nu weer niet. Ik ben zo vaak gewoon net aan je ontkomen dat je mij net niet zag en nee, ik jou hoor wel. Goed. Ja, ik zag je al een aantal keer, maar dan had ik weer een cooldown. Ik hoorde trouwens Hugo de hele tijd over de hele map. Dus was vet grappig. Ja, ik zie er net naar links gaan. Ik zie er net naar links gaan. Dus ik echt zo... Maar het was moeilijk, ook al hoor je het de hele tijd. Ik had Rob ook gezegd... ...moment bij een rennen, ik... ...omkeren. Oh, echt waar? Weer vermoord. Ja, ik had een heel lange cooldown. Ja, ik voelde mij gesaved. Hé, ik hoor dus alleen Bibi niet. Ik weet niet, horen jullie Bibi wel? Ik hoorde net Bibi wel, maar ik zie nu ook een niet-verbinding-icoontje. Bibi praat eens. Nou, ik hoorde niet. Ja, ik denk echt dat ik dat Cruelink zelf maar even moet gaan bouwen, hoor. Want dit is echt superkrak. Ja, dan kan ik nog wat geld verdienen daarmee. Ja, inderdaad. Kijk, want ik heb het elke keer gereset, maar ik blijf hetzelfde houden. Is dat ik namelijk Bibi hoor. En nu bij Roel ook. Ja, ik zit bij niemand zo'n ding. Ja, Roel doet nu wel. Ja, ik alleen bij Bibi. Dat alleen maar Bibi praat dus. Je er doorheen met zo'n streepje. Ja, ik hoor Bibi gewoon. Oh, echt? Ik niet. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Ik hoor amper iemand. Heel zacht hoor ik er. Ja, ik ook. Ja, heel zacht, maar dat is volgens mij via Hugo. Ja, oh, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Misschien even Cruelink weer opnieuw opstarten. Gewoon even uit en aan. Ja. Hugo, kun jij dat tegen Bibi zeggen? Kun jij de tolk zijn? Bibi? Even tegen Bibi zeggen, even Cruelink uit en aan. Baby, je moet even, je weet wel, wat ik net bij jou deed, moet je even weer doen. Roel is weg. Ja. Dat moet je even weer doen, baby. Dat wat, die weet wel, die link. Nee, ik hoor Kitta ook niet, trouwens. Oh, ik zeg gewoon niks. Oh, jawel. Oh, oké. Okay. Ah, vandaar dat ik je niet hoor. Rob? Ja, ik ben er ook nog. Oh, ja, sorry dat ik je skills, Rob. Je kwam zo lekker aanlopen. Ja, je gaat naar settings. Ja, ik... Dan ga je naar, dus inderdaad, change world server. Ja. I know. En dan doe je even reset to normal, weet je wel? Nee, ja, nee, ik heb tegen Bibi. Reset to normal, weet je wel? Ja, dan ga je weer terug. Hey, Roel. Roel. Ja. Ja, dus je moet hem confirmen. Ja. Daar ben je weer. Ik hoor nog steeds weinig. Roel? Ja, dan moet je weer die link die Rick had gestuurd kopiëren. Daar. Ja, Rick, dit moet je echt maar zelf programmeren. Dat lijkt me een goed idee. Ja, hè? Succes daarmee. Ja, het is ook niet heel makkelijk, hoor. Maar de source code is gewoon beschikbaar. Ja. Ik ga wel even kijken of ik wat kan vinden wat het zou kunnen zijn. Volg jij mij net op Instagram? Ja. Oké, dan vind ik dat jij dat was. Het werkt wel. Alleen af en toe is dit gewoon onhandig. Oh, ik hoor het terug. Ja, ik had net niks te doen. Ik was dood. Ik was zo klaar. Ik zie nu ook bijvoorbeeld dat er maar... Oh, nu zijn er weer 8 geconnect. Ik wou zeggen, er waren net maar 7 geconnect. Maar... Oh, oké. Okay. Ja, en ik hoor Roel nu wel volgens mij. Ja, Bibi is gedisconnect. Ctrl V. Ja, Bibi is van mij ook gedisconnect.
Dat is de enige. Ja, ik hoor het tussen mijn oren. Hugo! Hugo! Fingers! Ja, wat? Ik hoor je. Top. Oh nee, ik had tegen Bibi. Iemand zegt, wat? Je telde terwijl je in de vent zat. En als je in de vent zit, dan hoor je elkaar niet in proximity mod. Dus ik kan gewoon sneaky in de vent en dan kan ik gewoon stiekem dingen bespreken met de andere imposter in de vent. Dus hey, maar dat zou handig. Misschien hoor je de andere imposter ook niet. Ja, dat zou jammer zijn. Dat zou jammer zijn. Oké, okay, Bibi, kom weer naar beneden. Ja, hey, ik denk dat we Bibi nu kunnen horen. Bibi, zeg eens wat. Oh, wacht. Ik hoor Bibi, zeg eens wat. Wie hoort Bibi? Ja, bij mij wel. Ik hoor Bibi. Oké, okay, dan ik doe ik even dit aanvinken en dan doet hij... Oké. Okay. Dank je. Ja. 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 Oké, okay, start ik hem snel weer. Oh, ik hoorde echt heel snel. En toen ik mijn kop even afdeed, hoorde ik nog ja. Ik denk yes. Yes. Ach, weer niet. Oh, weer wie is niet. Het? Ik ook niet. Nope. Het is wie ik. Is het? Ik weet niet waarom, maar dat is het gewoon. Alweer? Weer op. Ze komt saboteren. Ja, ik probeer het, maar ik... Ja, dat is wel snel. Ik ga rennen. Zo. Ja. Ja. Okay, ik ga komst fixen, jongens. Nee, niet komst fixen. Oh, ik heb nu natuurlijk weer niet gekeken welke tasks ik heb. Oh, nee. Oh, deze. Oh. Je moet gewoon in het begin altijd gelijk weapons fixen. Ik weet het, maar ik ben veel te druk bezig met andere dingen. Er is niet. Ik was wat... Ja, ik zal het zo... Oké, ik moet mijn weapons nog doen. En ze sloot rond. Ja, ik ben dood. Hallo. Hoi. Nee, deze moet je niet doen. Niet doen. Nee. Waarom mag ik mijn download niet doen? Waarom mag ik mijn download niet doen? Oh, ja, dat... Oeh. Schrik me dood, joh. Oh, waarom heb ik hier geen taken? Ik heb niet gekeken, jongens. Ik weet het niet. Niet weer. Ik kan nu opletten. We hebben misschien een klein probleempje. Nee hoor. Rob komt eraan. Ja, hij komt eraan. Jullie zijn mijn human shields. Hé, waar zijn ze nou? Zijn ze weg? Oh nee. Nou, dan gaan we hoor. Ja, gelukt. En? Geloof je dat ik safe ben? Kijk ze wegrennen. Oké. Misschien was dat een beetje mijn schuld. Ik hoor iemand beneden heel hard gillen. Ja, dat is erop echt, meneer Rits. Dit is heel lullig. Ik heb bijna van de bed. Maar ik blijf achter de deur pas hangen. Hij geeft het op. Oh. Maar... Oh, netjes. Maar bijna iedereen dood. Kitta! Oh. Ik dacht, yes, mijn upload is gelukt, maar nee. Dat zie ik. Oh nee, hoe? Kill de rot, hè. Oh man, hoeveel taken heb ik nog? Oké. Wat heb ik meer? Ik weet niet wat ik nog heb. Ik weet ook niet of ik al klaar ben. Ah, nee. Ah, man. Oh, man. Ja, ik was dus bijna klaar met mijn taak. Ik was echt bijna klaar met mijn taak toen Kill Rob me. Anders spelen in Polis. Oh, dat was wel heel chill. Zat me echt de hele tijd. Want de imposter wint de hele tijd. Ja. Ja, goed plan. Gaan we switchen naar Polis. Wil iemand dat nog? Ik laatste potje dan. Ja, laatste potje. Laatste dan, want dan is het klaar. Oké. Okay. Dan is bedtijd. Dan is het klokhuis afgelopen. Oh, ik ben de laatste die lieft.
Ondertussen even de nieuwe codes zoeken. Oké. Okay. Ja, jongens, jullie horen het. Laatste potje. Volgende keer doen denk ik gewoon weer normaal hoor. Tenzij het echt zoveel beter werkt dan nu. Maar oh jongens. Was wel leuk om even te proberen dit. Hallo. Waar ga je dan ik ben er. Ik ben ook een imposter die bij mocht zijn. Man. Dat is wel zijn. Moeilijk in Polen trouwens. En dan ja, ook ja, op de saboteren. Ja, je kan ook gewoon tellen. Denk ja. Ik. Ja, ja, dat mag ook. Oh my god, dat is zo. Oh my god. Iedereen? I feel so old now. Ja, echt een artiest op de achtergrond. Wat gebeurt er? Ja, wat gebeurt er daar? Is dat Bibi? Nee. Nee, nee. Ah, wacht even. Ik hoor wat. Ik ga even kijken wat het is. 1 seconde. Oh, dat zit in mijn huis. Dat is ook in mijn huis. Ja, dat is Rick's op Mala. Ben jij dat? Mama? Hey, mama, ben jij dat? Voor de mama! Oh, straks zullen, is een inbreker. Er zullen vast wel mensen zijn die samen met mij je nu heel oud voelen als ik zeg dat Shrek 20 jaar geleden uit is gekomen. Auw. Wat? Auw, ik wil het er niet What? Over hebben, Rob. Ik wil het ook niet over hebben, Rob. Hey, ik kan mijn profiel wezen over Shrek. Rob, Shrek is hey. Ik zie dat betekent dat bijna 20 wordt. Ik zie dit dus net. Mag ik die antwoorden? Mag ik voel me nu al 20. Wat je bent? Ik denk dat ik het weet. Ja. Wat hè? Nee, dat mag je niet beantwoorden. Wat is dit? Rob, hoe oud ben je? 28. Klopt het? Ah, oh, dat is wel helemaal wat een broekie. Wat een broekie. Broekie. Wie is 28? Rob, ik ben maar 10 jaar. Het waren mijn moeder en mijn broer die slagroom in vechtersrolletjes aan het spuiten waren. Wat? Maar nu heb ik ook een vechtersrolletje. Wacht. Oké. En wat? Ja, slagroom spuiten in het vechtersrolletje ging. Als je echt maar half luistert naar dit gesprek, dan is het echt, ja, ze zaten slagroom rond te spuiten. Echt, what the hell? Ja, ja, ze waren gewoon slagroom. En daarna ook echt zo van, ja, ze hebben slagroom zitten rond spuiten. Maar gelukkig heb ik nu ook wat. Ja, oh, ja, okay, wel lekker. Slagroom is wel lekker. Zo'n vechtersrolletje heet het toch? Ik weet ja, het niet, dat ik ben zo blij dat we gewoon starten. Ja, ja. Dat we druk op staan! Ja, heel blij. Ja, 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 we zijn het. Ja, ik ben hem niet. Wie is het? Ik help. Oké, okay, Matthijs. Oké, okay. Wacht, in welke vent moet ik springen, zeg maar. Doe hier links tellen. Hier heb je een vent. Hier links zit een vent. Want wat is er mis met gewoon tellen? Ja. 1. Oké, zaken doen! Oh, ja, oh shit, waar was het ook weer? Oh, ik heb wel gekeken nu, vet lang. En dan heb ik nog steeds niet opgelet. Oké, okay. Oh, daar. Rick, hij is daar. Weg daar. Hij is daar. Oké. Hij was me net voorbij gelopen. Ik stond hier specimen te doen. Of wat noem je dat? Dit hier. Waar is dat ding? Oh, hier. Yes. Ja. Hier zijn. Ah, Human Shield! Ja, maar wie is je volgende Human Shield? Niet nodig, jongens. Ik ben gewoon weg. Kitta, kom snel! Kitta, kom snel! Oh, you are screwed! Oh, I'm dood!
Maar ja, nu moet ik mijn laatste taak nog. De laatste. Heb je nog gezien waar ik heen moest? Ik weet het niet. Hoe zit het, jongens? Ik zei, wat moet ik doen? Oh, nee. Heb ik misschien al mijn taak al af? Nee. Wat moet ik doen? Met B? Is het moeilijk. We waren zo, ja. Oh jongens, maar, het spijt me. Ik kon upload niet vinden van deze. Ik hoorde je dat zeggen. Upload. Waar dan? Oh man. Ja. Oh, echt, was Rick wel redelijk aan haar gestegen. Ik was echt zwaar op zoek naar de laatste twee. Oh, ik had mezelf verstopt. Want ik had al mijn test al gedaan. Oh, slim. Wie waren er... Wie was er over dan? Rob. Rob zat verstopt. Oh. Ik was verstopt. Ja. Slim. Sorry voor de deur, Kaya. Waar zijn we stop erop? Dan kan ik naar de volgende keer gaan zitten. In de specimen room heb je een hoekje waar je enigszins moeilijker te zien bent. Ja, ik ben gekild in specimen room. Horen we nu Rob? Rob? Wacht, ik hoor Rob de hele tijd al. Ah, ja, okay, ik hoor Rob ook gewoon. Dit is een groot probleem. Ja, nu gaat het goed. Ja, ik hoorde weer even niks. Oh, nou, was leuk. Ik vind het wel leuk dat ik zit met die mod, maar het mag wel even iets minder glitchy werken nog. Ja, het moet wel toch wel beter werken. For sure. Ja, vooral dat je elkaar niet hoort en zo, maar voor de rest werkt het wel. Voor de rest is wel leuk. Ja, voor de rest hartstikke het is leuk. Het is heel grappig. Ja. Ja, wel moeilijk. Gaan we nog een potje doen? Ik heb hard gelachen. Gaan we nog een potje doen? Nee, wat is de laatste toch? Oh, nu de allerlaatste. Oké, oké. Allerlaatste dan. Oké, oké. Dat is altijd zo. Dit is de derde laatste. Ja, want ik wil ook naar de koelkast. Ik heb ook zin in. Dat is altijd zo. Ik ben imposter. Wie? Bibi? Ik ben een crematie. Ah, leuk. Oké, first win. First win. Even snel lezen welke taken ik allemaal heb. Ja, echt. Even snel kies faken. Oké. Maak even een screenshot. Zo. Ik denk dat wel. Ik ben het nu alweer vergeten, jongens. Oh, ik zat er gewoon al naast. Lekker, goed bezig. Okay, geen matchcam gelukkig, niet die. Ga gewoon meteen lekker ver weg. Oké, okay, Bibi zit toch nog helemaal aan de andere kant, die hoort me toch niet. Oh, hier zit helemaal niks. Hij wel. Oké, we did it. We did it. Ik heb het idee dat Bibi zo meteen vanaf deze kant gekomen. Dus ik weet niet of het heel slim is om hier naartoe te gaan, maar...
weet het niet. Schrok me dood, man. Ik weet het maar. Oh, ik heb er twee keer zwaar geduwd. Holy shit. Oh nee. Ja, ik... Oh. Ik hoor Kitta. Dat scheelde echt zo weinig. Ja, mijn taak staat allemaal aan die kant, hè. Doen. Wat moet ik nog doen? Rick, kom mee naar boven. Rick, kom mee. Nee, Rick. Rick, ze zitten in labs. Ik moet hier verstoppen. Ik heb er nu al drie keer gejuked. Ik kan mijn map wel openen, maar ik zie niks. Het helpt niet. Nee, het helpt niet. Ik heb ook niet onthouden waar ik moest zijn. Ik ook niet. Nee, denk je dat het veilig is? Nee, maar let's go. Ik moet vast nog ergens uploaden. Tuurlijk vind ik frikandellen lekker. Vet lekker. Ik ben wel een beetje bang. Maar... Welke heb ik nou gemist? Ik ben dan nog niet klaar, of wel? Zou ik ergens kunnen zien of ik al klaar ben? Want? Hallo? Jij bent het. Wie dit? Ja, kom hier. Kom hier. Hallo, hallo, hallo. Shh. Eckert. Kom hier, verstopt. Dit is een goede plek. Maar waar is ze dan? Alleen Hugo niet. Hugo, blijf hier. Ik heb geen idee. Je vindt ze ons nooit. Ze ik concreet je nog steeds niet. En volgens mij ben ik klaar. Ik heb geen idee. Nee, ik weet ook niet zeker. Ik weet ook, ik heb hem echt maar één keer gezien gewoon. Dit is wel een mooie verstopplek. Ik heb ook niks hier. Wat? Hoe dan? Ah, daar. Nee. Heb je nog taken? Ja, deze nog. Maar dat betekent waarschijnlijk dat ik nog meer heb. Nee, niet. Wat is dat, baby? Weg weet ze! Weg! Maar waar zit de rest van die taken? Ja, weet ik. Oh ja, deze moet ik nog doen. Ja. Dat dacht ik al. Maar hier heb ik alles al gedaan. Ik niet. Waarschijnlijk moet ik nu naar die andere kant. Oh, dan ga ik wel met mee. Dan kunnen we Bibi afleggen. Nog steeds niet? Ja, twee iemand. Doei, baby. Kom op. Ja, dat kan niet. Dat lukt niet. Oh, wat is dit? Ik denk dat het plan was. Grapje. Je ligt hier op de muur. Oh, dat is knap. Ja. Ik dacht, ze ziet me niet, joh. Ik ga snel weg. Nee, ze zag je gewoon. Ja, verdorie. Ik dacht al, wat is je plan? Maar toen dacht ik, oh, je bent aan het verstoppen. Ja, ik dacht, ze heeft heel weinig zicht. Dus ik denk, als ik nou hier blijf... Ja, maar op mijn scherm... een heel rondje. Op mijn scherm liep ik ook echt vet ver voor eruit. Maar, ja. Ja, bij mij was je op zich ook wel een stukje. Go Kitta, go Kitta. Oh, ik heb hier nog een wiring. You can do it. You can do it. You can do it. Hey. Je leeft nog. Je leeft nog. Pas op, jongens, pas op. Oh, ik hoor je niet. Allemaal gedaan. Oh, nee. Oh, ja. Nee.
Ze horen mij niet. Ik ben maar een spook. Maar heb ik nog taken? Geen idee. Ik zie overal dode lichaam. Ik heb toch alles gedaan? Niet. Ja, ik ben altijd degene die nog taken heeft liggen, maar... Wat een sneaky snack. Nou, ik denk echt dat ik alles heb gehad. Oh, dat zou best kunnen trouwens, dat ze mijn robotje zag. Oh, ik hoorde je net wel. Oh, hoor je me nu? Zeg eens iets. Hoi. Nee, nu hoor ik je niet meer. We zijn nog de enige levende. We zijn nog de enige levende, zegt hij dan. Ja, maar Rob die zit gewoon sneaky verstopt. Smeerlap. Die is gewoon lekker drinken gaan halen waarschijnlijk. Ah! Nog steeds niet de laatste. Ze moeten toch nog... Oh, hallo. Hey! Oh. Jackpot. Ja, ik heb nog maar 4. Ah, ik denk dat we niet winnen, omdat Rob de hele tijd verstopt is. Denken jullie ook niet? Oh, hij is... Huh? Oh? Hallo? Hallo? Ik denk echt dat ik nog taken heb, maar... Ja, ik heb ze volgens mij echt allemaal gedaan. Ik kwam er net nog eentje tegen toevallig, maar... Ja, ik had één wiring, daar was ik ook naar op zoek. Maar volgens mij heb ik ze nu echt allemaal gedaan. Ik had in office gewoon helemaal niks. Wie leven er nog? Oh, dat kunnen we niet zien natuurlijk, want comms disabled. Jammer. Helaas. Zeg jij niks, of hoor ik je gewoon niet? Want net hoorde ik je wel toen je leefde. Ja, net hoorde ik er ook. Ik hoorde nu ook niet meer. Nee, wacht, ik ga even connecten opnieuw. Ja, same. Oh. En? Gewoon niet verbonden dingetje bij de... Oh, dan zal dat het probleem zijn. Ja, dat denk ik ook. Roel leeft nog, kijk. Hé, hey, ik hoor je ineens. Roel leeft. Hey, ja, ik heb hem even gerestart. Oh, nice. Alleen ik hoor Adina nog steeds niet. Nee, ik hoor haar wel voet. Ja, ik hoorde het de hele tijd, maar niet. Gehad heb. Maar, ja, dat denk ik dus ook. Ik heb echt overal gekeken. Hier, wacht, ja, kom eens. Deze waterfles. Als je deze gedaan hebt, hoort er nog een task bij? Hoort nog een task bij? Ja, nog een waterfles. Die staat in hier bij ook? Admin. Nee, hier, rechts. Oh, dan denk ik... Oh, echt? Deze. Oh ja, inderdaad. Oké, ik hoop echt dat jullie niet luisteren. Dat denk ik wel. Ah, vandaar. Oh nee, dat... Hadden we een downloadtaak? Ja, geen idee. Ik volgens mij wel, maar ja. Geen idee eigenlijk. Leid de weg. Waar moeten we nee, heen? Nee, hè? Wat denk je dat je nog moet doen? Wie, ik? Ik heb het niks gedaan. Ja? Of ik hoef niks meer te doen. Ik heb geen idee. Ik denk dat er misschien nog een upload of zo. Oh, niet fijn. Weglopen natuurlijk. Bibi is nog steeds hard aan het zoeken. Rob is ook weer zo goed verstopt. Ze zijn ook zo weg allemaal. Ik heb zo vaak gekeken. Ze zijn echt allemaal weg. Hey! Ja, hier bij O2 komt ze dan toch uit? Kijk. Plop! Hallo? Maar waar zit Rob dan? Ja, goede vraag. Zullen we hem zoeken? Ja, we gaan hem zoeken. Ik denk dat Rob gewoon een specimen zit of zo. Ah, net zat hij daarboven, sneaky. Waar? Ja, bij de. Hoe heet dat? Die rocket. Zit hij weer? Oh, zit hij daar nou weer? Ah, kijk, ik heb hier nog één. Oh! En dan winnen we nu direct. Nope. Nee, nog meer taken dus. Dat was die noot die... Scan? Nee. Nee, hij is niet verstopt. Nou, nah, ik kan hem zelfs niet eens vinden, joh. Nee, ik heb nu echt niks... Nee. Maar wat ik ook niet kan vinden is Rob. Die gozer. Die doet wel goed, hoor.
volgens mij nog taken. Hé, hey, ik heb ze gevonden hoor. Wie? Kom mee. Volg mij. Ja, toch wel. Net zat hij hier. Ja, kijk, ze zitten hier met z'n tweeën. Oh, de sneakbakjes. Ja, sneakies. Maar hier gaat Bibi nooit kijken, denk ik. Nee, natuurlijk niet. Zielig. En, Maar ik... Als ze hebben ook nog taken, denk ik. Dat wou ik zeggen. Dan zullen zij nog wel die taken hebben. Wow. Als je verder naar die kant beweegt... En je blijft naar die loopbrug kijken van... Ik zie iedereen zeggen swipe card. Heb ik nog swipe card? Nee, toch? Dat zou toch gênant zijn, want ik gewoon degene die nog een taak had, al die tijd. Ja, dat zou kunnen. Ik heb nee, niet. Nee, ik heb geen swipe card. Ik heb hier helemaal niks. Ik had hier nul taken. Ja, ik ook niet. Bij mij staat het meestal ook hier. Ja, ik had ook niks. Maar ik heb zo'n vermoeden dat Rob gewoon heel goed verstopt is en dat hij daardoor die taken niet heeft gedaan. Nee, maar dat denk ik dus ook. En dan gaan we hem ook niet winnen natuurlijk. En die arme Bibi maar zoeken. Oh, Bibi. Arme Bibi. Arme Bibi. Ze heeft echt overal gekeken, al zo vaak. Hier, wacht. Ik heb een medelijden met Bibi. Ja, Bibi, die komt. En naar boven. Psst. Ja, psst. Bibi, kan je me horen? Uit de doden. Bibi. Psst, je moet naar boven. Boven. Bibi, bij de reactor. Wacht. Boven, Bibi. Ik ga er een berichtje sturen. Naar boven. Go, go, go. Welke boven? Ja, oh. Ja. En weg. Ja! Hoe heeft ze dat nou gehoord? Dank, Doda. Kidding me? Heb je stiekem zitten hacken? Nee, heus niet. Nee, heus niet. Ik begin pijn in mijn oren te krijgen van... Niet ergens verkeerd op klikken. Van mijn koptelefoon. Oh, oké, sorry. Ik moest Bibi even helpen. Okay. Hij was wel goed. Ik krijg bijna in mijn oren van jou. Nou, dankjewel, hè. Nee, ik van mijn koptelefoon. Je hebt dezelfde, toch? Oeh. Daar ging bijna mijn iPad. Ik wou zeggen, je hebt toch dezelfde koptelefoon? Ik heb echt na, nou ja, 2,5 uur, 3 uur, begint bij mij mijn linkeroor pijn te doen. Jammer dat ze hem niet kan zien. Maar het lijkt wel net zo. Ze was zo close. Hoe kan ze dat nou niet zien? Zo close. Oh, Bibi. Nou, dat is zo dichtbij. Roel is hier ergens. Ja, ik kan gewoon weg. Is hij alweer weg? Is Roel hier ook? Ik ga gewoon Bibi volgen. Oh. Ik heb die stoffenkapjes erop. Nee, niet die leren. Oké, okay, Bibi, nu moet ze het doen. Kijk, Bibi. Nee, het gaat... Ja! Ja! Lekker! Knap, hoor. Oh, wat duurde dat lang. Duurde even. Voor je. Zo. Ze waren echt goed. Duurde even. Wie was er nog met zijn task bezig? Weet je hoe vaak je gewoon echt bij iemand in de buurt liep en het dan niet, niet zag, zeg maar. Echt zo. Ja, wie heeft de ja. Wie heeft de taak niet gedaan? Ja, jullie hadden lang genoeg in de tijd. Ja, ik had ze volgens mij allemaal terug. Ja, ik kan ja, je niet meer horen. Ben je yay, weer. Welkom terug. Ja, wie had zijn taken nou niet af dan? Waarschijnlijk een spookje, want wij waren allebei 3 rondjes rond... Maar wij ook. Ja, ja wij ik ook, had sowieso maar... een zo...
Ja. De laatste kill. De laatste kill zag ik in het kamertje links van Specimen, zeg maar, dat je eruit loopt, zag ik een stukje van jouw naam. Dus dat was... Ja, ja. Je hebt een te lange en toen naam. Toen rende ik weg. Ik zag een klein stukje van je naam. Dus daarom dacht ik, oh, ik zie dat hoekje, dus daarom liep ik er naartoe. Netjes. Goed bezig hoor. Ja, Roel moet je toch maar gewoon Roel heet in de game en niet Roel Luan, dat is te lang. Ja, ja. Dus ik vond het vooral een beetje jammer dat ik had een mooie verstopplek en er komen er twee van die bozo's bij die de hele tijd gratis zijn. En dan jij had volgens mij nog een upload. En dan ga ik dood. Ja. Oeps. Sorry. Oh. Dat duurde lang. Duurde echt heel lang. Nee, ik ga echt niet meer. Ik heb pijn in mijn oren. We moeten morgen weer vroeg op vakantie, is voorbij. Oh, Rob is gewoon weggegaan. Gewoon geen gedrag of zo. Gewoon weg. Hier, wacht, we kunnen nog wel heel even op Discord. Ja. Zullen we nog één potje? Ja. Nee. Oké, we komen nog af in de Discord. Maar dan moeten we wel via Among Us live gaan, anders dan hoor je het niet. Oh ja. Zo, hallo. Hoi. Kijk, dan kun je hier gewoon weggaan uit de game. Is Rob is hier ook al niet meer. Oh ja, Rob is er weer. Ik heb het spel afgesloten. Ik dacht van, oh ja, bam. Ja. Nee, bam, weg. Ja, dus ik heb geen zin meer in. Laat maar, doei. Ja, laat maar. Geen zin meer. Oh nee, maar mag ook hoor. Je mag ook gewoon zomaar weggaan hoor. Ik ga ook de stream afsluiten. Maar het was wel leuk. Ik vond dat proximity mod leuk. Ja, ik vond het wel... Als het glitchy is het heel leuk. Ja, dat wilde ik zeggen. Helemaal mee eens. Ja, maar ik zet Rick erop. Die gaat het maken. Ik ga mijn best doen. ik ga kijken of ik er iets van kan maken. Cool. Ja, leuk. Ja, Oké, nou. Thanks allemaal voor het meedoen. Was gezellig. Yes. Ja, bedankt weer. Doei. Doei. Succes op school allemaal. Iedereen die naar school moet morgen. Ja, succes. Dankjewel. Doei. Doei. Zo jongens. Dan zijn we nog alleen samen. Oh, zo. Doe even mijn oortje af. Zie je, kijk, mijn hele oor is rood, jongen. Dat is echt zeer. Oef. Nou, we gaan zeker wel eens eventjes kijken of we dit nog anders moeten gaan doen. Maar het was wel grappig, maar wel wat chaotisch. Hey. Een oorverkleding. Sorry. Ik heb genoeg subs aan je gegift. Voor een oorverkleining. Nou, dankjewel Thomas. Nee, ik ben echt super blij. Ik vind het echt tof dat jullie allemaal gesubt hebben en volgen. En de bits hebben geprobeerd te gebruiken. Ik ga even checken waarom dat niet werkt. Want het zou gewoon moeten werken. Nou, je weet hoe het gaat in de ICT. Het gaat nooit goed. Het werkt nooit goed. Oh, man. Doet het weer. Ah. Maar was wel grappig. Eventjes wat vraagjes. Ga je ook een keer Among Us doen met anderen? Jazeker, we spelen soms ook gewoon met mensen uit de chat. Of uit de chat, uit de Discord. Dus als je in de CreateCheck Discord zit, dan bestaat de kans zeker dat we er wel eens zijn. En onze kindjes die spelen er ook heel vaak. Dus dan denk ik dat je wel een keer een potje met ons kan meedoen. Ja, inderdaad, bijna 2.000 volgers. Dat is wel tof, hé? Leuk. Het gaat lekker hier. Ik moet eventjes zorgen dat al die stomme dingen doen, dan ben ik helemaal blij. Kunnen jullie een keer met Dylan Hagen spelen? Ja, maar daar heb ik jullie hulp even voor nodig. Want ik heb die gozer echt al 80 keer gevraagd. En hij zei vorige week, volgende week heb ik tijd. En toen ging ik vragen van wanneer heb je tijd? En toen heeft hij mijn bericht gelezen en me nooit meer gereageerd. Dus volgens mij had hij gewoon nog geen zin. En dan durfde hij die niet weer af te zeggen. Dus misschien moeten jullie hem een keer taggen dat hij met ons moet meespelen. Dan doet hij het wel. ik doneer je nu €250 als je nu je snor en je baard afscheert. Weet wat je zegt, hè? Het is dat mijn donatie het nog niet doet. Anders had ik het gedaan, want dat interesseert me echt helemaal niks. En morgen het ziet er niet uit alsof dit jaren gegroeid is, toch? Dat is het wel, maar... Hè? Ah, oh, Carbonkel, heb je Raft gekocht? En dan kan je het niet spelen omdat je PC het niet trekt. Ah, dat is wel zuur. Dat is vervelend. Kan je een keer een uitleg video maken over Discord? Ja, tuurlijk. Alleen,
snap ik het zelf ook niet echt heel erg. Nee, wel natuurlijk. Ik wil het best een keer doen. Wanneer doet Mitchell een keer mee? Ja, ik heb hem wel gevraagd vorige keer of hij een keer mee wilde doen. Maar Mitchell is meer van de Call of Duty games. Thomas. Thomas. Dit noem je een snor. En, nou oké, niet echt een baard. Het is meer een sik. Maar, hè? Fuck it. Hoe kom je in de Discord? Volgens mij heb ik een linkje. Thomas, heb jij daar toevallig nog een command voor gemaakt? Het is namelijk een linkje. En als je dat linkje gebruikt, dan kun je er als goeds in komen. Kijk, daar is hij. Dat was te verwachten natuurlijk. Uitroepteken Discord. Als je die link opent, dan kom je bij een pagina. Als je al een Discord-account hebt, dan word je gewoon meteen gevraagd van, wil je deze Discord joinen? En anders zul je eerst even een account moeten aanmaken. Maar zo moeilijk is het allemaal niet. Gelukkig. Ik zit trouwens te denken. Ik zie hier nu wat meer mensen die moeite hebben met spelletjes die het niet goed doen en zo. Ik heb nog best wel veel oude PC's. Misschien dat ik een keer een giveaway doe met PC's die deze spellen zoals Fall Guys en Among Us en zo, dat dat gewoon goed werkt. Dat ik gewoon een keer één of twee van dat soort computers weggeef. Ik ga daar eens even over nadenken hoe we dat goed kunnen doen. En trouwens, dat hebben we nog helemaal niet geprobeerd. Zullen we dat even testen? Als het goed is, doet mijn poll het nu namelijk. Een 1080 Ti. Ja, die heb ik dus niet, man. Ik heb wel wat anders. Oh, shit. Moet ik het wel goed doen, natuurlijk. Even wachten. Kom op, jongen. Nu! Doet hij het? Nope. Hij doet het nog steeds niet. Ah, werkt goed allemaal dit, jongens. Werkt echt zo goed. Waarom heb ik daar toch altijd zoveel ruzie mee? Wacht. Het moet werken. Want weten jullie nog vorige keer dat ik de hele tijd bezig was om het te fixen? En dat ik toen gewoon het maar uiteindelijk had opgegeven. Nou, dat gaan we dus nu niet doen, het opgeven. Want volgens mij... Oh, nee. Heb ik hem werkend gemaakt. Maar ik durf nou niet meer te zeggen. Nope, nee. Zo. Ik heb nu, als het goed is, de poll weer gefixt. Dus het zou het nu moeten doen. Ja, wil je hem nog een keer doen, Thomas? Ik wil even kijken. Want net deed hij het namelijk. Net deed ik de test. En toen deed hij het prima. Nope. Heel gek. Want mijn andere dingen deden het dus ook alweer niet. Ik snap niet zo goed waarom dat is. Maar misschien komen we er nog achter. Nu niet in ieder geval. Misschien, dat verklaart ook wel trouwens waarom mijn bits het niet doen. Zeg ik dat goed? Ja. Nou, we gaan het een keer uitzoeken. Ik heb geen idee waarom het wel of niet werkt. Soms en soms niet. Het is heel raar. Want ik kan je wel laten zien hoe het eruit hoort te zien. Wacht, ik heb namelijk wel een demootje. Ja, oké. Kijk. Als het goed is, gaat hij nu een demootje doen. Kijk. Dit zou het moeten zijn. Hij zou moeten vragen van, willen jullie een PC kunnen winnen? En daarna moet hij, ja, als je zodra je zeg maar gaat typen, vote 1, 2, 3. Dan zou hij dus moeten gaan oplopen. En dat gaat hij nu doen. Kijk. Dit is het idee. En dat je dan helemaal aan het einde, dat hij dan zegt van, nou, deze heeft gewonnen. Dus dit was ik aan het bouwen vorige keer. En
ja, dit is dus de bedoeling dat het zo werkt. Maar ja, soms doet hij het, soms doet hij het niet. En waarom het is, geen idee. Pas wel weer iets heel doms. Maar ja, dat is dus het probleem. Ik kan het alleen maar testen als we live zijn. En elke keer als we live zijn, dan ben ik zo druk bezig met gamen. Kijk, want het werkt wel gewoon verder. Waarom werkt het verder niet? Zo. En? Dit ziet er toch tof uit. Maar ja, dan moet het wel werken. En dat doet het niet. Helaas. Ik ga eventjes nog één dingetje proberen. En dan, daarna geef ik het op. Zo. Vote Echo. Hoi. Ziet er goed uit. Kunnen jullie eens wat typen in de chat? Chat. Hallo. Ah, hij is gewoon helemaal geflipt. Hij is gewoon helemaal mee gestopt. Heel, heel, heel bijzonder. Oh, ik zie het al. Oké, wacht. We kunnen het fixen. Let op. Ik heb hem gefixt, jongens. Dat verklaart ook waarom mijn dingen het niet deden. Mijn Streamlabs geneuzel. Kijk, dat lijkt er meer op. Oké, wacht. Kijk, nu kunnen jullie stemmen, jongens. Typ even uitroeptekentje vote 1 als je wil dat ik dat volgende keer een keer ga doen. Typ even uitroeptekentje vote 2 als je zoiets hebt van, nee joh, rot op met je pc. Het is toch troep. Doe het. Dus eventjes typ uitroeptekentje vote 1. Ja, wel met de spatie ertussen, hè? Ja, kijk. Dit ziet er toch... Nu werkt hij tenminste. Hè? Wacht, ik zal zelf even vote 2 doen. Speelt maar weer geld. Je kunt inderdaad niet twee keer stemmen. Nee, dat klopt. Thomas, die is even een goede tester. Thanks, man. Goed bezig. Deze vraag betekent overigens niet dat ik wil dat jij je pc gaat weggeven, hè? Maar dat ik er eentje weggeef. Gewoon zomaar. Niet zo eentje trouwens, maar... Hè? Het werkt inderdaad. Weet je wat nou het probleem was? Ik moet in mijn programmaatje instellen dat hij luistert naar een bepaald kanaal. En dat werkte dus niet. Want ik luisterde niet naar mijn kanaal. Of mijn Twitch stream. Maar naar die van Onnedy. Plauw dat je niet twee keer mag stemmen. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga zorgen dat als je gesubscribed bent. Dat je wel twee keer mag stemmen. Zullen we dat doen? Ah, leuk. Ik luisterde niet. Waar luister ik niet naar? Nou ja, maakt niet uit. Och jongens, leuk. Heel erg leuk. Ik ga de poll stopzetten. Ah, nee, precies. Ik luisterde niet. Ik heb hem stopgezet. Nou, 81% wil dat ik dit ga doen. Dus dat gaan we doen. We gaan eens even kijken wat ik nog heb liggen. Ik heb best nog wel wat leuke pc's liggen. Dus kom maar goed. We gaan wel wat tofs van maken. Oké. Hey, oh, dat werkt dan nog niet. Waarom niet?
Hey, maar dat is wel zuur. Maar hoe heb ik hem dan genoemd? Heb ik hem Paul End genoemd? Oh jee, ik weet het niet meer. Ja, dat was de Paul End. Oké, okay. Thomas, voor de volgende keer. Jij mag dit ook. Uitroeptekentje Paul. Eerste tussen quotes is de vraag. Alles daarna zijn de antwoorden. Ben je klaar met de Paul? Paul stop. En wil je dat die van het beeld verdwijnt? Paul End. Nou, dat moet lukken, toch? Zullen we nu ook één keer nog zo'n bits ding proberen? Of heeft niemand bits van jullie? Want... Oh, wacht. Dat werkt natuurlijk sowieso niet. Want dat heb ik hier helemaal niet aanstaan. Kom van mij. Wacht. Dan moet het hier. Oké. Okay. Kunnen we... Heeft iemand bits? Niemand heeft bits. Oké, okay, nou dan proberen we dat volgende keer wel. Geef niet. Ik denk dat het nu wel werkt. 24 uur stream. Nee, niet nu, ja. Nee, ik kan niet de boot. Stop. Wacht. Pol en... Weg. Geen 24 uur stream. Weg. Hoeft niet, Mike. Geef alsjeblieft geen geld uit aan Twitch als het niet mag. Doe maar rustig aan. Oké, dat was een leuke poll, Thomas. Als we ooit 24 uur live gaan streamen, dan mag jij hier naast me gaan zitten. En dan gaan we dat doen. Maar zeker nu nog niet. Me has power, ja, nog wel, ja. Ik ga wel maken dat ik eerst moet bevestigen dat het, dat het goed is. Hey, maar jongens, ik ga er nu wel een einde aan breien. Dus ik wil jullie echt super bedanken. Oh, Thomas zegt deal. Oké, nou, daar komen we nog op terug. We gaan eerst even die PC doen. Jongens, vergeet zeker niet even te volgen. Want ja, we gaan nog vaker streamen. En we gaan ook nog andere spellen doen. We gaan ook weer gewoon Among Us spelen. We gaan ook een keer met kijkers spelen. We gaan alles doen als je maar volgt. Dus tot de volgende keer en bedankt voor het kijken allemaal. En thanks weer Thomas voor de mod. Moderator zijn. Laters.